مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ Dames en heren luisteraars, van harte goedemorgen en welkom tot deze zaterdagsaflevering van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans, Kal Aj Orkel. Dit is de aflevering voor zaterdag 1 augustus 2020. Gisteren, vandaag en morgen wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname, en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequenties RP de Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook te beluisteren via ECMI Radio 91.3 FM. In een simulcast is deze uitzending te beluisteren in Nikeri op de 103.5 FM. Kala Jorkel is ook live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube-zones en u slaat in RBN Suriname. Dan kunt u deze uitzending ook live volgen. Deze uitzending is vandaag ook te zien via Facebook, dan wel via de Facebook-channel van Alpha Televisie. U slaat in Alpha Channel Suriname, dan gaat u deze uitzending ook zien. Online is deze uitzending te beluisteren via de website van Dagblad Suriname. Daarvoor gaat u naar tbsuriname.com en dan volgt u de instructies voor de online streaming via twee van de kanalen. En in Suriname, mijn eigen land, is Rashid Pierkans Kal Aj Orkel landelijk te zien via Rapar Broadcasting Network, RBN, TV kanaal 5.1. Mijn naam is Farid Pierkan. Ik ben uw presentator voor gisteren, vandaag en morgen. En zeg tegen u allemaal Assalamu alaikum. Laat me alle mensen condoleren die een dierbaar hebben verloren. Ik wens u veel sterkte toe in de voor u allemaal zeer moeilijke en troevige dagen. De mensen die ziek zijn, wens ik van harte beterschap toe. En ik wens vandaag ook in het bijzonder mijn mattie John Nassib daar ook beterschap toe. Hij ligt momenteel, als ik het goed heb, in het ziekenhuis en ik wens hem een spoedig herstel toe. De felicitaties uiteraard in de richting van alle mensen die er vandaag jarig zijn. De mensen die misschien ook niet jarig zijn, maar toch zeggen van ik heb reden om iets goeds te gedenken. Een huwelijksfeestje dan op een zeer beperkte COVID-manier. Iets dat vreugdevol is in uw eigen leven. Dan wens ik u allemaal een heel plezierige dag toe. Laat me vandaag in het bijzonder feliciteren op zaterdag 1 augustus Ranjana Durga. Die is er vandaag jarig. Een mooie dag aan jou toegewenst, Ranjana. En ik wil vandaag ook in het bijzonder en met nadruk feliciteren de jongste neefje van onze groep van neven. En die is in Nederland. Die is Winod Ramcharan. Hij is de jongste van de groep en hij is vandaag 56 jaar geworden. Kan je nagaan, jongste van de groep? 56, dan moet je niet vragen hoe oud de oudste is. Maar hij wordt in elk geval gefeliciteerd namens zijn broer Anand, zijn zus Lita, Vijay en Ajay. Overigens wordt hij door alle overige familieleden en ook in het bijzonder namens mij, Audrey, Verdien, Ambrien en Malika en ook bijzonder namens mijn moeder van harte gefeliciteerd. Ik wens Winod een heel mooie dag toe. Winod is een zeer apart neefje. Waarom hij is apart? Iedere neef in onze groep van neven, die hebben allemaal een werktaak. En dit is als ik voornamelijk naar Nederland ga, oké, voorlopig kunnen we natuurlijk niet gaan, dan heeft iedereen een eigen protocol wat ze moeten doen. En ze weten het, omdat ik uit Suriname kom en het is de enige neef die ze achtergelaten hebben. Want ze zijn overigens allemaal naar Nederland vertrokken en ik ben er alleen maar achtergebleven hier. Maar met veel plezier overigens ook dat ik in Suriname ben gebleven in mijn land. Maar goed, ze hebben ook het goed gedaan in Nederland. Maar ze hebben allemaal hun eigen protocol. En Winod zijn protocol is, als hij weet dat ik kom, hij moet die uitgangsagenda vaststellen. Dat is zijn werk. Die anderen hebben ook eigen taken. Bijvoorbeeld Anand, die gaat ervoor zorgen dat onze tafel geregeld wordt. Dat betekent, we gaan naar nou een restaurant, want allemaal op je rekening. Is dat niet ook? Dan heb je nog Sunil, ja, die komt er ook nog bij. En Sunil zorgt voor de logistiek. Maar in elk geval, allemaal hebben zo hun eigen ding, wanneer ze weten dat die ene die ze in Suriname hebben gelaten, aankomt. Maar Winod is heel uitzonderlijk in de zin van, als je naar deze man zijn huis gaat, en hoogwaarschijnlijk is uw huis ook zo, maar ik heb nog nooit iemands woning in mijn leven zo netjes en zo perfect gezien.
Ik weet niet of hij een tik heeft, maar er is geen millimeter stof. Als je die baas op keuken gaat, alles is op de millimeter geregeld. Dus dat met elkaar rekt, altijd met elkaar rekt, hoe de pret die toch wordt zo. Alles is op de millimeter geregeld. De lepels, de vorken, de blik sardien, alle blikjes, alle glazen. En als je niet maar naar zijn voorkamer gaat, dan hebben ze snoep op tafel. Zelf die snoepjes zijn op de millimeter geregeld. Dus je bent bang in deze massa huis om iets aan te raken dat het gaat verschuiven. Maar goed, hij is heel perfect, hij is heel netjes. En dat heb ik niet bij veel mensen gezien, ook, vooral ook niet bij mezelf, laat me dat ook zeggen. Laat me dat ook zeggen. En wanneer deze manneke uitgaat, hij heeft zijn eigen ding, hè. Wanneer hij weet dat hij uitgaat, moet gaan, is 1 week van tevoren aan mij begint trikken pakkie. Zet dat pakkie, zet dat soe, zet dat kozu. Je kan zeggen, het is een kleine perfecte manneke. Maar anyway, we not. Ik wens je een mooie dag toe. En hopelijk zorgen je broers ook voor een aangename dag aan je. En ook in het bijzonder je zus Lalita. En uiteraard ook word je gefeliciteerd namens je vader. Dat is Winot, jarig in Nederland, by the way. En morgen mogen de volgende mensen hun jaardag voorbereiden. En dat is onder andere Lucille Kalicharan, Fayyad Amir Khan, die is morgen ook jarig. Die mag zijn jaardag voorbereiden. En Ernesto van Daal mag ook zijn jaardag morgen voorbereiden. We zitten overigens al in de maand augustus. Augustus, dat is de maand van de leeuwen. Hè? Maandag 3 augustus, Sami Khusia mag zijn verjaardag voorbereiden. Sami is een heel bekende organisator in ons land. Hij organiseert altijd entertainmentactiviteiten. Maar ja, vanwege COVID zijn alle activiteiten overigens uitgevallen. Maar daarvoor staat hij enorm bekend voor zijn goede organisatiegraad. Sami mag zijn jaardag ook voorbereiden, maandag 3 augustus. En Patrick Dennis mag ook zijn jaardag gaan voorbereiden. Overigens, dames en heren, als u uw jaardag moet gaan voorbereiden op een van deze dagen, dan wens ik u allemaal ook een hele goede voorbereiding toe. Echter, viert iedere jaar op een andere manier, want vanwege COVID, als iemand een uitgebreid feestje zou geven op zijn eigen niveau, dan lukt dat ook niet meer vanwege de protocollen en de restricties die er zijn vastgelegd. Dus op je eigen manier wens ik jullie allemaal toch een goede dag toe. Gisteren was by the way Eid al-Adha. Dat was de offerfeest van de moslims. Dat werd ook op een heel andere manier gevierd. Ik heb het ook mogen vieren, maar dat ging helemaal vreemd aan toe. Het was raar, want dit is Eid al-Adha in COVID-tijd. Normaliter tijdens Eid al-Adha dan gaan we allemaal naar de moskee. En bij Eid al-Adha is het geen gebruik. Ik weet althans bij mij niet. Dat wij mensen bezoeken, dat doen we bij Eid al-Fitr. Maar we gaan wel naar de moskee om gezamenlijk het gebed te doen en ook gezamenlijk bij elkaar te zijn. Daar gaat het ook om. En daarna vinden er de overige activiteiten plaats intern binnen de moskeeën. Maar het was wel een beetje vreemd. Zo moesten we Eid al-Fitr ook vieren. Je kan niet meer bij elkaar zijn, dus het was toch even een beetje raar. Het is wel gebeurd. Iedereen heeft zijn persoonlijke verplichtingen. Maar je wilt toch collectief ook je vrienden, je kennissen, je geloofsgenoten zien. Om toch nog een beetje te babbelen. En dat kon niet gebeuren gisteren, maar het is wel gevierd. Overigens, de mensen die de hajj hebben afgelegd in Mekka, dat is heel anders aan toegegaan. Ook vanwege COVID-19 waren er ruim 2 miljoen mensen de bedevaart meemaken, gemiddeld per jaar. Dat kon ook niet meer gebeuren vanwege de enorme restricties van COVID-19. Hebben ze geen mensen van buiten toegelaten. Iedereen moet zich aanpassen naar de nieuwe omstandigheden. En ook mensen, ongeacht je geloof of overtuiging, ook die moeten zich allemaal gaan aanpassen. En dat is ter bescherming van de totale wereld en ter bescherming van de gemeenschap waar je woont. We hebben een klein videobeeld van 30 seconden van mensen die evenjarig waren afgelopen maand. Die willen we u vertonen. Daar kom ik straks dan weer terug. Sager, kunnen we dat gaan doen?
Oké, dat is... Ja, oké, dat is even snel gegaan. Er waren twee felicitaties van mensen. Vandaag moet ik ook bedanken voor haar diensten tot nu toe. Dat is Patricia Weeks. Patricia Weeks. Ze werkt vandaag op 1 augustus, is dat 18 jaar al, voor een van onze ondernemingen in Dagblad Suriname. Werkt ze voor ons en bij deze moet ik Patricia ook heel hartelijk dank zeggen voor haar diensten de afgelopen 18 jaar. 18 jaar is geen malligheid, hè. Het is geen 1 jaar, is geen 2 jaar, is 18 jaar. En nota bene, Patricia werkt in het centrum, want de vestiging van onze onderneming, dat is in het centrum Paramaribo. En Patricia woont helemaal in het district Para, op Billington. En dan moet je nagaan, dat is toch een behoorlijke afstand van je werkplek. En 18 jaren deze afstanden afleggen om toch naar je werk te komen, vereist een enorme discipline. Het vereist discipline om dat ook te kunnen doen. En het is heel opmerkelijk dat bij haar, en ook heb ik nog een paar andere mensen, maar we praten vandaag over haar, dat ze nooit laat is. En als je even nagaat wat de afstand is om naar je werkplek te komen, dan moet je enorme discipline hebben dat je ook nooit laat komt. En als ze laat komen, wat een paar minuten of misschien 5 tot 10 minuten, dan maak je wel even zorgen of er iets onderweg is gebeurd. Maar Patricia had gerekend dat er eens een tram zou komen, want ik verviel er altijd als ik er zie. Want ze woont op Para. En die Paranen dachten dat Bouters een tram zou zetten daar. Maar ja, ze moeten tot nu toe zonder die tram doen. Maar in elk geval, ik bedank haar hartelijk. En ook haar gezin bedank ik, dat ze haar die ondersteuning geven om ook haar diensten te verrichten voor ons, voor onderneming Dagblad Suriname. Dankjewel. Laat me nog een paar andere mensen gaan feliciteren die ik heb gekregen. En ik verwelkom de informatie ook van harte. En ik doe het dan ook overigens met alle genoegen. Er zijn een aantal mensen geslaagd de afgelopen dagen op onze universiteit, studierichting economie. Op 21 juli zijn de volgende personen geslaagd. Rukmini Narain, Janeiro Pinas en Varanas Chiragali. De felicitaties. En op 22 juli geslaagd Shaniva Pinas, Prashant Kanhai, Sharon Hill en Naomi Bisschop. Ook de felicitaties. En op 24 juli zijn geslaagd Nijal Dion en Martina Kort. Ook de felicitaties. Dit zijn de mensen die de afgelopen periode zijn geslaagd van onze universiteit, studierichting, economie. Ik wens al deze mensen heel veel succes toe in wat jullie ook mogen gaan doen. Dit is Kul Ajorkul. Vandaag gaan we u uiteraard ook de kans geven, zoals gebruikelijk, dat u uw maatschappelijke mening mag delen met ons. Nog wat geduld, want ik weet dat een heleboel mensen zich altijd ook voorbereiden om te participeren. Met alle genoegen verwelkom ik u dan ook. Maar je hebt duizenden mensen die ook graag luisteren, niet per se naar mij, maar ook naar wat andere mensen te zeggen hebben. Ik ben alleen intermediair naar al die duizenden mensen die luisteren in Suriname, maar ook vooral internationaal, want veel mensen, heel veel mensen kijken naar Kul Ajorkul in het buitenland, voornamelijk in Nederland. Laat mij u de olieprijzen doorgeven, de internationale olieprijzen, die noteren er $43.64 voor een vat olie. En de goudprijs noteert $1.976.08 voor een troy ounce. De goudprijs heeft nog nooit eerder zo'n hoogte bereikt. De laatste keer dat de goudprijs zo'n hoogte heeft bereikt was rond het jaar 1921, 1923, in die periode. En een van de primaire redenen waarom de goudprijs stijgt is omdat de mensen die gelden willen investeren, de beleggers, niet meer weten waar ze hun geld moeten beleggen, omdat de wereldeconomie enorm vertraagd is, weggezakt is door COVID-19. En vaak genoeg gingen grote investeerders, mensen die van beleggingen hun leven hebben gemaakt, of hun inkomsten van hebben gemaakt om middels beleggingen hun geld te verdienen, die nemen dan het risico niet, want bedrijven in de wereld draaien niet meer.
En ze willen blijven beleggen. En dan doen ze dat nou in goud. En waarom doen ze het in goud? Goud, heb ik u altijd gezegd, is een angstproduct. Als je nergens naartoe kan gaan, dan ga je naar goud. En iedereen rent nu naar goud, omdat nergens ter wereld kan je nou je geld als zodanig gaan beleggen. Dat je kan zeggen, ik kan er nog een dubbeltje voor terugkrijgen. Er zijn nog wel enkele grote ondernemingen die vrij stabiel zijn, waar mensen hun geld in beleggen. Vooral de ICT-sector, die draait als een, die boomt nu enorm. Vanwege COVID is er een extra boom ontstaan in de ICT-sector. Mensen die gingen beleggen in olie. Ja, niemand wil meer als zodanig gaan beleggen, want de olieprijs is enorm gedaald. Olieprijzen waren een keer eens boven de $100. Het is altijd vrij stabiel gebleven tussen de $60 en $70. En hij schommelt vandaag aan de dag rond de $43. Dus daar gaat men voorlopig ook niet naartoe. En een van de redenen waarom de olieproductie is afgenomen in de wereld, is gewoon omdat de wereldeconomie niet meer draait. En die economie heeft olie nodig als ze in productie willen. Dus de economie is gedropt. Mensen kunnen hun olie niet slijten. En dat dropt die olieprijs ook. Alle tankers die nu op de oceanen zitten, alle tankers zitten vol. Ze kunnen hun olie niet slijten, omdat alle opslagruimte aan wal, aan de kant, die zijn vol. Dus de olietankers dobberen letterlijk op de zee, afwachtende als iemand hun olie gaat afnemen. En zo gaat de wereld er voorlopig eruit zien. En waarom ik u zeg voorlopig? Totdat er een vaccin gevonden is voor COVID-19, waarbij men weet dat de mens beschermd is middels een medicament. Dan gaat de economie weer op gang komen, maar voordat het helemaal op gang komt, dan gaat dat ook weer 2 tot 3 jaar duren voordat het weer helemaal op gang is gekomen. En dat geldt ook voor ons eigen land. We zijn geen uitzondering in de wereld. De koersen is belangrijk ook voor u, want je kan geen huisvrouw aanspreken of ze beginnen direct jou te vertellen hoe duur alles is. En daar hebben ze gelijk in. Maar doordat alles duur is in ons land, ontstaat doordat we een enorme hoge wisselkoers hebben. Een enorme hoge wisselkoers. En importproducten, die zijn allemaal afhankelijk van een wisselkoers. Want alles dat u koopt in de winkel, heeft een dollarcomponent of een eurocomponent, omdat het gewoon importproducten zijn. En de koersen noteren op straat, dit zijn de onofficiële koersen, houden dat vast. Giraal 14 SRD voor een Amerikaanse dollar. En dat is de aankoop en de verkoop noteert 14,50. Voor contant is dat 14,50 en de verkoop is 14,75. En de euro noteert 15 SRD om 15,25. Dit is Kalaan Jorkel. Laat me de telefoonlijnen voor u opengooien en ik verwelkom je maatschappelijke mening op 532037. De rules and regulations in Kalaan Jorkel, dat is vrij simpel. U mag uw mening delen, beleert u geen mensen, gebruikt u de correcte bewoordingen, een beetje humor mag er altijd ook tussen, want we willen het ook een beetje strak houden, maar laten we toch altijd maar proberen om een beetje vrolijk te kunnen blijven. En als u inbelt, doe ik dan weer het verzoek aan u om uw volume van uw radio en uw tv zacht te doen, zodat wij geen feedbackgeluid krijgen, want die feedbackgeluid dat is heel erg hinderlijk voor de mensen die luisteren naar de radio en kijken naar de televisie. Rajid Pirkans, Kalaan Jorkel. Ik had het daarnet erover dat de ICT-bedrijven het enorm goed doen in de wereld. Apple, het werelds grootste techbedrijf Apple, is vandaag het meest waardevolle beursbedrijf ter wereld geworden. Ze zijn groter dan de Saoedische staatsolieonderneming Aramco. En vandaag is Apple de grootste geworden. Een Apple-aandeel kost nu, als je een aandeel wil gaan kopen op de beurs, $412.22 kost 1 aandeel van Apple. Apple heeft een waarde vandaag van 1.762 miljard Amerikaanse dollars is de waarde van de techonderneming Apple in vergelijking met Saudi Aramco. Heeft die een waarde van 1.760. Dus Apple heeft een ietsje hogere waarde. En ik vertelde u daarnet over de waarde van de ICT-sector. Donald Trump, die Amerikaanse president, die toch nog heel anders is dan de gebruikelijke presidenten van Amerika, die wil TikTok verbieden in de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump gaat de populaire sociale media app TikTok
van het Chinese bedrijf ByteDance verbieden in de Verenigde Staten. Dat zei hij vandaag. Pardon, dat zei hij gisteren, niet vandaag. De Amerikaanse overheid doet al een tijd onderzoek naar TikTok, waarop gebruikers korte filmpjes kunnen plaatsen. De Verenigde Staten zien dat als een gevaar voor de nationale veiligheid. Rusland, met als hoofdstad Moskou, eens was dit land enorm machtig in de periode van de Sovjet-Unie tot de afbrokkeling begon. Onder de periode van Gorbachev, Mikhail Gorbachev, dat is de man met een vlek op zijn voorhoofd, daarvan werd hij vaak herkend. En toen brokkelde de Sovjet-Unie af en dan kreeg je allerlei deelstaten die er vandaag als onafhankelijke staten opereren als uit de voormalige Sovjet-Unie. Dus nu heet het geen Sovjet-Unie meer. Dat was de naam uit de Koude Oorlogperiode. Nu is het Rusland. Het Kremlin is van plan om in oktober een massavaccinatie te organiseren tegen het coronavirus. Dat heeft gezondheidsminister Michael gezegd. Een potentieel vaccin tegen COVID-19 zou al deze maand goedkeuring van de gezondheidsautoriteiten krijgen om gebruikt te worden. Zo meldde persbureau Reuters de vorige week. Het middel wordt ontwikkeld door een door de staat gefaciliteerd onderzoekscentrum. Ondertussen is het dodental in Rusland afgelopen etmaal met 95 gestegen en in totaal zijn er minimaal rond 14.000 mensen al daar overleden aan de gevolgen van het virus. Rusland telt ruim 845.000 besmettingen. De Europese Unie wil 300 miljoen doses van Sanofi-vaccin reserveren. In India groeit het corona-uitbraak in een hoog tempo. In de VS blijkt de piek altijd te zijn bereikt. In Mexico is het aantal coronadoden gestegen naar 46.688. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Bedankt voor het wachten. Goedemorgen, meneer Pierkan. Goedemorgen. Ik ben mevrouw Seurat aan. Ja, mevrouw. Ik moet u een compliment doen. Donderdag, middag rond een uur of 17:30, is SWM geweest op de kruising Rembrandtstraat, Rubensstraat. Alerte buurman van me had die kracht doorgegeven. Ik zeg, nou, dat is geweldig. Maar ik heb nog een verzoek, meneer Pierkan. Misschien kunt u invloed aanwenden. Gaat u op die beide kruisingen. Er zijn twee Rubensstraten. Rembrandtstraat, Rubensstraat. Er zijn twee Rubensstraten. Op beide hoeken is de straatverlichting al jaren uit. En vaker doorgegeven, maar geen verandering. En welke omgeving zei u weer? Dat is Toetonne 4, Rembrandtstraat, Rubensstraat. Oké, dus diezelfde omgeving waar uw waterlekkage ja, was. Maar ik zag bij mijn woning, kijk ik gewoon op de hoek. Ja. Die twee hoekpercelen zijn netjes schoon, hebben de straatverlichting al jaren donker. En die andere Rubensstraat is net als een verlengde, ook hetzelfde. Ja, ja. Ik kan u die paalnummers doorgeven voor het gemak. Oké, gaat u gang. Ik ben wel geen EBS, hou dat wel vast, nee, hè? Weet ik. Oké. I know it. Dus u moet me volgende week niet bellen om te zeggen, het is toch niet verholpen? Nee. Oké. Okay. Maar je moet hoop hebben in het leven. Ja, maar hoop is uitgestelde teleurstelling. Nee. Maar goed, gaat u gang. Geef me uw paalnummer. 14-003. En die andere bij de volgende Rubensstraat is 14. Ja. 002. Oké. Nee, het is een gevaarlijke kruis. Ik woon al 40 jaar hier. Mm-hmm. Dus ik heb de ontwikkeling meegemaakt. Is goed, mevrouw. Oké, is goed. Nee, maar ik zeg nee. Dat moet ik even doorgeven en ik ben doorgekomen. Het is de eerste keer dat ik bel en ik heb u gehad. Nou, dat is toch fijn. Geweldig, maar bedankt ook voor het bellen. Bedankt. Ja, graag gedaan. En het beste. Ik hoop dat het lukt. Ik hoop het ook voor ons allemaal, laten we dat zeggen. Maar ja. U moet me niet bellen volgende week om te zeggen, het is Pierkaarsen schuld. Om te zeggen van, kijk, ik heb hem gebeld en ze hebben het niet gedaan. En ik ga niet meer bellen en ik hou niet meer van hem. Weet je?
Nee, ik ga niet om meneer Pierkaart. U heeft die burgerplicht gedaan. Geweldig. En u heeft uw burgerplicht ook gedaan. Alsjeblieft. Is fijne zaterdag. Dank en ik blijf luisteren en kijken. Is goed, dank u wel. Oké, kijkt u. Ik ga doorgeven. Alles wat ik kan doen, is het doorgeven. Maar ik kan u wel zeggen van SWM. De afgelopen 5 jaar, en dat moet ik toegeven, Marlon Oosterling is de directeur van SWM. En hij is een persoonlijke vriend van me. Oké? We gaan al jaren mee. We gaan al jaren terug. En vaak genoeg in deze uitzending, de afgelopen 5 jaar sinds hij directeur is, tenminste al de mensen die een probleem hier hebben gedeponeerd voor mij, heb ik hem altijd direct gebeld. Ik zeg, Marlon, look hoe zij kan doen, maar nou een probleem. Niet mijn probleem, maar een algemeen probleem. En u mag me geloven, en ik moet het wel erkennen, alles wat wij tot nu toe aan Marlon hebben doorgegeven, heeft hij opgelost. En ook dit heb ik hem doorgebeld. Omdat die meneer het vorige week belde, en ik heb hem direct een app gestuurd, kijk, kan je even kijken wat je eraan kan doen? En je mag me geloven, hij appte me direct binnen 2,5 uur terug. Gemiddeld 2,5 uur, want ik had door die regel. Adori City, middag van wakker. Amat ik afgedopt. Maar het dan moet u wel zeggen wat het probleem was. Ze hebben het afgedopt om te voorkomen. Het bleek een gestolen meter te zijn. Het was een lek uit een gestolen watermeter. Dus wat een furameter, dat een lek ontstaan. En het was bij een woning die in aanbouw was. Intussen hebben ze het afgedopt, zegt hij. Afdoppen noemen ze het. En ze hebben een nieuwe watermeter daar gezet, hebben ze daar gezet. Dus we moeten meneer Oosterling bedanken dat hij toch luistert. Maar hij heeft de afgelopen 5 jaar wel naar me geluisterd, moet ik wel toegeven. Dus we moeten hem die complimenten geven en niet zozeer mij. Isabi toch, dus Marlon, niemand over. Maar goed, wat EBS aangaat, zal ik dat ook doorgeven. Maar ik weet niet of iedereen luistert, want oké, het is genoteerd. Maar ze zeggen niet welk jaartal het wordt opgelost. Maar SWM, 5 jaar, moet ik wel toegeven, altijd opgelost wat we hebben doorgegeven. Dus Marlon, bedankt voor je diensten bij deze. U bent in de uitzending. Bedankt. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Ja, goedemorgen. Ik zou praten over de gehandicapten. Ja, gaat uw gang, meneer. Een rolstoelband kost nu 100 SRD. En als die mensen die bijstand niet krijgen, dan hoe maken ze zich eigen leven rond dan? Dus ik wou de regering vragen om wel echt iets voor de gehandicapten heel goed te doen. Bent u een persoon die in aanmerking komt? Jawel. En u hebt uw middelen nog niet ontvangen? Nee. Het gaat niet om de middelen, maar het gaat dat ik een gehandicap ben. Ik ben een rolstoelpatiënt. Ja, maar u krijgt een uitkering van sociale zaken. Daar gaat het om. Ja, maar dat bedoel ik. Ja, maar, en dan nu mijn vraag. Ja, ik dan, wil niet over. Nee, nu mijn vraag. En u hebt uw geld nog niet ontvangen? Nee, maar daarover gaat het niet. Het gaat over het algemeen. Ja, dat begrijp ik. Maar mijn vraag, hebt u uw geld wel ontvangen? Nog niet. Oh, nog niet. Dus dat wilde ik graag weten. Oké. Dan vind ik het heel teleurstellend. Ik hoop dat de regering luistert. De minister van Sociale Zaken gaat erover. Maar we gaan het blijven herhalen hier voor ze. Maar ik bedank u voor uw mededeling. Dank u wel. Ja, de regering is er. Nu zijn ze er. Hoe lang zijn ze er? Je moet tellen vanaf 16. 16 moet je eigenlijk niet tellen. 2 weken. Maar het is zaak, dus bij de overgang, dan moeten ze ook alles overnemen. Maar het ligt bij de minister van Sociale Zaken, want daaronder valt gehandicaptenzorg. En dat hij ervoor kijkt, in samenspraak met de minister van Financiën, waarom de mensen hun tegemoetkoming nog niet hebben ontvangen. Maar het is 2 weken en bij die 2 weken kan ik begrijpen. Maar die mensen hebben natuurlijk geen begrip ervoor.
En dat kan ik ook begrijpen, want niet iedereen heeft rek en niet iedereen heeft zuurstof. Maar bij die overgang moet je alle procedures even volgen. Bij wijze van spreken, als ik daar zou zijn, dan gaat het even tijd duren voordat ik in balans ben om te weten hoe werken die structuren, waar zit de structuur, hoe is de loper van, hoe komen die middelen vrij. Maar ik hoop dat ze wel dringend aandacht hieraan geven, omdat dit gaat om een bijzondere groep van mensen in ons land. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Kistan, complimenten voor u. Ja? Programma. Ah, ja? Okay. Ik wilde een vraag aan u stellen. Ik heb bij de inauguratie, namelijk de Amstketen heb ik niet ontdekt. Oké. Prima. Het omhangen van de Amstketen. Oké, dat ga ik u zo meteen vertellen. Waar is het? Is het ook verdwenen? Nee. Is het ook verdwenen? Nee, het is niet verdwenen. Ik ga u straks vertellen, het is niet verdwenen. Oké? Okay? Heel graag. Dank ik luister. U prima. Hoogwaarschijnlijk heeft deze mevrouw een paar afleveringen van me gemist. Die Amstketen is niet verdwenen. Het is ook niet gestolen. Het is al afgeschaft bij wet, is het afgeschaft dat men gebruik van een Amstketen gaat maken. En doordat die wet veranderd is geworden met een sjerp, vandaar dat u hebt gezien dat er geen Amstketen omhangen is geworden bij de heer Santokki bij zijn inauguratie. Die Amstketen is bij wet niet meer in gebruik. Oké, dan weet u dat ook. Het is niet gestolen. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Bent u er nog? Ja. Oké. Dan gaan we even weer. Het kan zijn dat die verbinding niet erdoor komt. Laten we even gaan naar onze eigen COVID-19 situatie. U weet, dames en heren, we gaan het blijven herhalen voor u. We gaan het blijven herhalen. Want door herhaling dringt het door tot mensen die het nog niet begrijpen. Dus wanneer ik zaken blijf herhalen, dan zullen mensen die bepaalde aangelegenheden sneller opvatten, denken van waarom herhaalt deze man altijd bepaalde zaken zoveel keren. U moet ervoor zorgen dat u handen wast. U moet ervoor zorgen dat u 1,5 meter houdt, zoveel als mogelijk. U moet houden. U moet ervoor zorgen dat u niet bij in grote groepen van mensen terechtkomt. En u moet ervoor zorgen dat als u op de openbare weg bent, dat u uw mondbedekking, of zo u wilt, mondkapje op moet hebben. Om uzelf te beschermen, dat is één. En ook andere mensen te beschermen. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Dit is Kalajorkel. Goedemorgen, meneer Kikan. Goedemorgen. Nou, vanmorgen ben ik in een mineurstemming, hoor. Ah. Meneer Kikan, je weet, ik was de man die altijd sprak over de grondkwestie en dergelijke dingen. Hè? En die vrees die ik altijd heb geuit. Maar meneer Kikan, als ik mijn oren te luisteren zet op die verschillende radio's, programma's en verschillende reacties, en als ik soms naar bepaalde politieke partijen luister, dan hoor ik iets, proef ik iets van echt een soort racistische opkomst in Suriname. Iets waarvoor ik vreselijk bang ben. Ik heb net zo'n voorgevoel. Ik hoop dat ik ongelijk heb. Ik heb zo'n vreselijk gevoel, want ik ben al maar op leeftijd, dat ik iets ga meemaken zoals het in Afrika is van die Boko Haram en dergelijke dingen. Er bepaalde groepen tegen elkaar opkomen en tegen elkaar gaan afslachten. Alleen maar door hebzuchtigheid en macht. Dronkenheid. Ik heb gedacht dat we een nieuwe Suriname tegemoet gaan, waarbij alle Surinamers Surinamers zijn. Maar ik ken geen Maroon, ik ken geen Hindustan onder die noemer, bedoel ik, van alle Surinamers. Want dat moet het gevoel zijn en dat moet het zijn in Suriname. We hebben altijd zo vredelievend naast elkaar gewoond en geleefd. Los van die kleine tendensen die je dan onderling hebt. Dat is zelf in een gezin dat je soms
en dat jij niet van een vader en een moeder bent. Dus ik hoop dat u mij bezorging begrijpt, meneer Vierkan. Wanneer ik geluiden hoor van bepaalde groepen, en vooral het geval van Missie Kaba, dat hij is uitgetreden uit de NDP, en het is iedereen goed recht om hem weer op te vangen, maar wanneer je de achterliggende gedachten hoort van sommige mensen, dat is de samenbundeling van de Maroons, op zichzelf geen slecht ding, maar de achterliggende gedachten van Agoutunap, Oensman naar binnenland, Aoudunap, Oen, Agdiama, Anotu, Asanap, Oen, Sernaman, naar Oen Hindustani, naar Oen Japanese, naar Oen Ingi, en vooral de Ingi, de man, en verwaarloos de man, zelf aan minister van regionale dienst en de afgelopen regering, nog schenken genoeg aandacht naar onze groep. En als ik mijn persoonlijke mening even mag geven en meneer Missie Kaba een beetje gaat uitschilderen, dan heb ik altijd gezegd, het schijnt als Missie Kaba en bepaalde mannen, van bijvoorbeeld van Maroons afkomst, als ze op een post zitten, dat is geen slecht ding, maar dat ze andere groepen verwaarlozen en een bepaalde groep vooruit trekken. Ik kan het niet voorstellen dat een regering gaat werken naar een systeem van verplaatsing van problemen en dat die groep dan vooruit komt en die andere groep naar onder wordt gedrukt. En dat gevoel heb ik in de afgelopen regeringsperiode van de heer Boudersen meegemaakt. Meneer, ik ga een klein voorbeeld geven en dan zal u begrijpen wat ik daarmee bedoel. Kijk er bijvoorbeeld sociale zaken. En je hebt die mensen die huizen en gronden hebben gekraakt. Toch? En het is altijd een bepaalde groep die zich daaraan schuldig heeft gemaakt. En die mensen die dan waren ingeschreven. Dus iedereen die was ingeschreven. Zowel van de kustvlakte en zowel van het binnenland. Die op een normale manier waren ingeschreven om aan een huis te komen van sociale zaken. Die werden op een gegeven manier, op een oneerlijke manier, van hun huizen ontdaan. En ook vanuit die registratie weggehaald. Want op een gegeven moment zie je die mensen die huizen hebben gekraakt, die krijgen die huizen toegewezen. Met alle voordelen eruit. Er wordt aan hun vrije water aangeschaft. En water en licht en dergelijke dingen. En ze mogen die huizen behouden en sommige van hun worden die huizen zelf voor hen opgeknapt. Maar die mensen die dan in aanmerking moesten komen, die hebben het niet gehad. En die zijn achtergebleven. En die mensen die huizen hebben gehad, die hebben ook in hun woonplaats in het binnenland, hebben ze ook een eigen plaats waar ze na de vakantie, of wanneer ze willen, kunnen ze naar het binnenland gaan om daar een vakantiehuis op te zetten. Want daar wonen ze, hebben ze een jachtveld. Maar de mensen die in Suriname, die dan in een kleine woning met een groot gezin, waar vader en moeder en kinderen die bij moeten komen en kleinkinderen die bij moeten komen, die komen niet aan bod en die zijn nooit aan bod gekomen. Al die huizen zijn toegewezen aan een bepaalde groep. Ik vind het niet erg dat deze mensen hebben gehad, maar ik vind het wel erg dat die mensen die geregistreerd waren, dat ze niet gecompenseerd zijn geworden. En die zijn tot nu toe, na die 10 jaar en al die jaren die ze geregistreerd zijn, zijn er wat mensen die 20 jaar geregistreerd bij sociale zaken. Ze hebben tot nu toe nog niet aan hun huis kunnen komen. En al die mensen die huis hebben gekraakt, sommige van hun, je kunt nagaan, sommige van hun hebben 2 en 3 huizen. En dat ding is oncontroleerbaar. En Missie Kaba heeft altijd ervoor gezorgd dat deze mensen voor alle rechten dat ze opeisen, dat ze het krijgen. Bij Surrey Point, bij Texas, bij alles. Noem maar op, overal waar die huizen zijn gebouwd. En dan vind ik het erg. Wanneer men nu zegt, ABOP is voor binnenlandbewoners, voor bevrijding van binnenlandbewoners. En met Missie Kaba kon versterken aan Sani, met Oendukasma, Kawang, Bundel Kawang, dat is racistisch. Wanneer je in die standaard zou doen, dan zou je horen, het is racistisch. Wanneer je Japan dat zo
administratie toch niet daarop letten dat wij niet gaan vervallen in de situatie van Amerika. Dat is mijn bijdrage. Oké. Ja, dank u wel. Dit nemen we een beetje de kennisgeving over. Ik ga er op een later tijdstip, kom ik er ook waarschijnlijk weer op terug. Maar dat de Maron-groepen willen bundelen, dat op zichzelf vind ik niet erg. Ik vind dat op zichzelf niet slecht. Maar een bundeling mag niet ertoe gaan leiden dat andere groeperingen onderdrukt worden vanwege de regeerpositie die men nu heeft. Dus dat mag niet gebeuren, maar een bundeling op zichzelf, de oproep daarnaartoe is niet slecht. Men had het al eens, maar dat was valikant mislukt en dat was de A-combinatie. Als ik het goed heb, was het een combinatie waarbij toen een oproep werd gedaan vanuit de Gramangs, de stamhoofden, om de mensen bij elkaar te brengen. En zo ontstond toen een combinatie. Die mislukte uiteindelijk, om diverse redenen mislukte het. Nu is ABOB in een eigen regeerpositie gekomen als partij en niet als een combinatie, als een partij. En zij willen, vanuit hun partij, willen ze alle Marons achter zich krijgen, want ze beginnen altijd bij hun eigen doelgroep, wat geen ongebruik is. Maar men moet een balans brengen in datgene wat ze willen doen en rekening houden dat je geen entiteit op zichzelf bent. En daarvoor gaat er scholing moeten komen om dat begrip bij de mensen die het niet goed begrijpen te kunnen overbrengen. Want dat gebeurde ook in het verre verleden, in het heel verre verleden, en daar praat ik niet over de Maron, toen andere doelgroepen ook dachten dat zij een eigen beheerstructuur konden gaan vormen. Het was weliswaar door breder denken van leiders uit de tijd, uit het verleden, dat ze toch goede samenwerking hebben kunnen vinden, ondanks de verschillende entiteiten. En daarvoor hebben onder andere Jopie Pengel voor gezorgd. Jagannath Lajpan heeft de spil ook ingenomen, hebben daarvoor gezorgd. Dus komt er nou een groepering bij die met dezelfde bedoeling in een nieuw elan, in een nieuw tijdperk het wil gaan doen, kan geen kwaad, maar er moet wel een balans gevonden worden in het geheel. En die groep moet dan, die leiders, het gaat niet om die groep, die leiders moeten geschoold worden, want als die leiders het begrip niet opbrengen, dan loopt het anders uit. Het gaat om de leiders, de mensen die de signalen uitsturen naar hun doelgroepen. U bent in de uitzending, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Lorenzo. Ja. Ja, wat ik wou zeggen, is natuurlijk zo dat als er geen samenstelling is van de werkwijze hoe men het moet regelen in Suriname. Ja? Als je kijkt naar de meneer Musikaba, de achtergrond is ook eenmaal zo dat je gaat ook waar de bevoegdheden hebben gekregen van iemand, begrijp je? Dus wat ik ook zeg, als men misbruik maakt van het bevoegdheid van de regering, dan krijg je zulke dingen ja, waar men geen stap meer kan nemen tegen bijvoorbeeld Brunswijk voor de benoeming en zo. En dat vind ik op zich ook niet goed. En omtrent de president Santokki en zijn rechterlijke macht, toch? Is ook een kennisneming van de personen van zijn kabinet, begrijp je? Dus als hij zijn pionnen niet kan regelen, ambtsdragers te benoemen en te ontslaan, dan mag hij alsnog zich als president voelen om de raad van ministers in te stellen. Dus het ligt ook aan het volk voor de benoeming van Brunswijk. Maar de president moet ook de wettelijke gezagsdragingen van de Jospol bekijken. Oké, dankjewel. Dit is Rashid Pierkans, Kal Ajor Kal. Voor uw informatie, wanneer ambtsdragers benoemd moeten worden, ze wil beëdigd moeten worden, dan gaan
hun credentials, hun papieren, gaan eerst naar het Openbaar Ministerie, die dan een onderzoek doet of die mensen ooit in een kwaad daglicht zijn gekomen of als ze al dan niet een vonnis op hun naam hebben staan. Het gaat altijd, dat is altijd de procedure geweest. Het is geen nieuwe procedure. Als mensen het nu toevallig weten, dan lijkt het alsof het gisteren is ingevoerd. Het is geen nieuwe procedure. En wanneer ze groen licht krijgen, dan pas worden de mensen beëdigd. Houdt u dat ook wel vast? Dus het gaat wel door een procedure. En het is geen nieuwe procedure, omdat we nu een nieuwe regering hebben. Ze denken we, oh, gebeurt dat nu pas? Nee, het is een normale procedure. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Ik ga je destig groeten. Goedemorgen. Want je zit kom. Oh, wie weet niet. Waar kom je daar? De kom. Want die moet op het ook. Je dus je zit kom, je bent na 1 augustus. Je bent vervelend hoor. Altijd. Je bent vervelend. Mina Aris Ramtok. Maar kijk, ik heb bloemetjes. Mina Aleu. Maar je loopt. Nou, was niet ook. Oké. Maar je loopt op tv, no? Waar heb je die tv aan nu? Mijn loopt op tv. Ik heb een bloemetjeshemd aan voor jou. Bloemetjes. Ja. Die meneer heeft een heel gevoelige punt aangeraakt van Suriname. En je hebt het breedvoerig uitgelegd. Dat moet Karina want dito soro. A bigima sa belli ze net, a geval sa kari. Na want dito soro. En want dito soro. En want soro sa je drie makkelijk. Nen sabi fi sa na want dito soro. De kare van Mirma soro. De soro dat moeilijk voor drie. Mm-hmm. Begrijp je? Ja. Heb je me begrepen? Ja, maar je hebt het breedvoerig uitgelegd. Tak aan de wansan heeft no. Na ting. En ik want een generatie or me jarabaga. Dat je begrijpt dat voor zo'n piratigheid ik kon no. Maar ik dacht een vaarlijk mooi dat de topfiguren. En dit moet vaak genoeg aan de deur geslagen worden. Dat de topfiguren eraan moeten gaan werken. Want mij ook toen ik volg aan Facebook. En ook toen ik volg aan Taggy voor meneer Brunswijk. En meneer B. Van de welkom meneer Misikaba. En van de takataki. En tangadoden. En takataki lijkt van de takken meneer Pierkan. Want mij volg ding. Toch? We zijn allemaal Surinamers. Ik heb ook op het ministerie van Sociale Zaken gewerkt. Die goede meneer heeft het precies. Alleen van takking naar zo adé, want ik ben een van de ambtenaren die ook een huis heeft gevraagd en heeft het niet gehad. Vanwege al deze situatie oneerlijkheid. Dus mijn volg aan Biggie Maasred, amantakken precies. En daarom wil ik hem beamen in datgene. Is niet een makkelijke wond. Het is niet makkelijk voor meneer Chan en wie dan ook komt. Het gaat niet makkelijk zijn. Dat moet men weten. Maar men moet wel eraan werken en steeds aan de deur hameren dat dit land een multirele cultuur heeft. We moeten respect hebben voor onze godsdiensten, maar we moeten ook beseffen hoe we te werk gaan met bepaalde handelingen in dit land. Want dat is een groot probleem en dat gaat ons scheiden. Dat kan maken dat een bepaald wat we bidden God af. Dat er een bepaalde houding kan gebeuren in dit mooie land waarvoor ik niet hoop. Net als hoe die man bang is. Maar anyhow, dat wil ik even zeggen als Surinamer. Maar we gaan tak over de Senamang. Eventjes nog, ja, mijn schat, want daar heb ik met de toemse voor ting. Ting is dan op een hoge positie in Senamang. Waarom? Wat gebeurt er met ons? Dat ineens op een verandering voor uw houding, voor uw levenswijze. Tamboe smaak je naar die alasma. Want als je positie wil gaan bereiken, wil iedereen het redelijk goed hebben. Ik heb problemen gehad met die mensen van SZR, die daar directeur waren.
En die ene van AZV, no? Die directeur van, die directrice van daar. Waarom moeten die mensen zulke dure wagens rijden? Dat, ik weet niet of ik het goed heb, dat na land die is bekostigd, de dier wakkie dat die. Waarom moet je een auto rijden van 56.000 US dollar? En dan moet je Lisa Sanvi, dat als maar Abba Paiman Alamoe. En dan gaat het uit Slaanskast, dan werken bij een plaats waar er zoveel gebreken zijn. Een medisch gedeelte waar je het begane volk hebt, die het heel moeilijk heeft. Dus dan wanneer je komt aan het werk, dat aan een spot toe. Men moet er aan gaan. Dat moet ik wel zeggen aan de president. Zeg, ga letten op die mensen hun levenswijze. Men vind het erg if je komt kiezen vooruit. Maar ik bedoel, men moet gaan letten aan de rijkdommen van die mensen wanneer ze dat niet hebben gehad. En wanneer ze daar plaatsnemen en dat ze zo'n rijkdomme levenswijze gaan leiden. Men moet daarop gaan letten. Men moet gaan letten aan de maandelijkse inkomsten. Wat is die persoon zo know-how? Wat doet de persoon? De administratie voor haar. Administratie voor zijn naam slecht. Daarom loop ik Asan Boutjan doen. Dat ik Asan S. voor Sint-Vincent ziekenhuis. Helemaal in de feintjes. Dank u wel. Dag mi goedoe. Mi lobby. Oké, dank u wel. Dank u wel. Helaas, waarover de beller het heeft gehad, is de kwestie rond de aankoop en gebruik van een voertuig van de directrice van het academisch ziekenhuis, welke in de publiciteit is gebracht. En het gaat om een vrij kostbare voertuig. Voor zo'n bedrag, voor het aanschaffen van een voertuig, kan de persoon in kwestie niet een eigen besluit nemen. Die bevoegdheid heeft die directrice op zichzelf niet. Om te zeggen, ik schaf een voertuig aan tegen zo'n waarde. Dat kan niet. Er is een raad van toezicht bij het academisch ziekenhuis. Voor zulke aankopen moet er toestemming gevraagd worden van die raad van toezicht. Dus wat onduidelijk is in deze, heeft de directrice een eigen besluit genomen of heeft ze de toestemming gevraagd van die raad van toezicht, zoals het hoort, om zo'n aankoop te doen. Als het besluit is genomen door de raad van toezicht dat de directrice het mocht aanschaffen, een 56.000 Amerikaanse dollar voertuig, en neem per reken dat door multiplied door de koers van 14 SRD, dan kom je op die SRD-waarde ervan uiteraard, dan kan de schuld gezet worden bij die raad van toezicht. Maar de raad van toezicht moest dat dan niet accorderen, of de raad van toezicht moest hebben gezegd in deze, wij gunnen u wel een dienstvoertuig, want kijk, het is een groot instituut. Laten we elkaar niet voor de gek houden. Ik heb u altijd gezegd, academisch ziekenhuis is een grote orga. En je kan die mevrouw niet gaan laten fietsen. Laten we ook zo simpel zijn. Maar dan zou de raad van toezicht wel kunnen zeggen op dit moment, kijk, gezien de situatie waarin wij zijn, gunnen wij u vanwege uw functie, die u bekleedt, gunnen wij u wel een dienstvoertuig. Want dat moet binnen dat systeem waarin mensen op zo'n niveau opereren, dat moet. Maar zou het u niet kunnen doen met een voertuig van 25.000 Amerikaanse dollar? Want die rijdt ook. En die rijdt die afstanden die u moet afleggen ook. Dus de schuld bij deze, als de toestemming is verleend door de Raad van Toezicht, zit bij die Raad van Toezicht. En die mevrouw heeft gebruik gemaakt van die toestemming die haar verleend is geworden. Maar ze zou ook kunnen zeggen, heren, zover die toestemming verleend is geworden, heren, bedankt voor die toestemming, maar ik wil toch één met een minder waarde hebben, want daarmee kan ik ook mijn werk doen. Dus het is balance in life. Ik zeg altijd, lief is je moet het balanceren. En als je die balans niet kan brengen, dan krijg je deze uitspattingen waarop mensen gaan reageren. En vooral nu gaan mensen op alles reageren. Want kijk, als we een rijk land zouden zijn en als we goede tijden zouden hebben, en die samenleving zou niet zoveel problemen hebben, dan zou niemand erop letten of je nou een auto rijdt van 50.000 of 70.000 dollar. Niemand zou erop letten. Maar nu, iedere cent die je gaat uitgeven, en dat is ook terecht, gaat iedereen erop letten. Let's be serious. Maar als we in Dubai zouden zijn, volgens Missy Kaba,
Want heeft ons nooit naar Dubai kunnen brengen. Dan zou niemand een probleem hebben. Want als je die auto's ziet in Dubai die ze rijden. Niemand let op een auto daar. Nou, maar is bang. Zijn we afgezien, dat wat ik zeg maar een reedraap. Maar nou, maar hij had dit. Toch? Maar hier letten we op een auto. Vanwege het feit dat onze samenleving in haar inkomsten totaal ook is gedropt. En daar gaat iedereen wel erop letten. Dat is ook, dat is ook correct. Dus het is balance. Simple, you have to balance life in time where you're living in. Ik ben straks weer terug met meer Kalajorkel. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans Kalajorkel. Dit is de aflevering voor zaterdag 1 augustus 2020. Mijn naam is Farid Pierkan en ik presenteer jullie deze uitzending. De heer André Misikawa is uitgetreden uit de politieke partij, de NDP. De heer André Misikawa, die is voorheen parlementariër geweest. Daarna is hij doorgeschoven om het ambt van minister te bekleden, dan wel de minister van Sociale Zaken. Let wel dat de heer André Misikawa altijd meer dan 100% een van de personen is geweest die het beleid, het desastreus beleid, het vernietigend beleid van de NDP die gevoerd is geworden, heeft verdedigd. Wat de reden is van zijn uitreden is vooralsnog onbekend en vooralsnog kan ik niet ingaan op geruchten van mensen. De heer Misikawa heeft derhalve zijn precieze redenen ook niet bekendgemaakt. Dat de ABOP zegt van ik verwelkom de heer Misikawa van harte, dat mag de politieke partij als ABOP altijd doen. Dat mogen ze altijd doen. Maar de ABOP moet ook rekening ermee houden dat ze de stemmen en de zetels hebben gehaald op grond van het feit dat de heer Misikawa toen deel uitmakende en prominent deel uitmakende, want hij is ondervoorzitter van de NDP geweest, prominent deel uitmakende van de NDP, ervoor heeft gezorgd door het beleid van de NDP dat ABOP vandaag stemmen en zetels heeft gehaald. Dus het zou in principe onmogelijk zijn in het denken van een normaal mens dat iemand die ervoor heeft gezorgd een vernietigend beleid te hebben gevoerd waardoor jij vandaag de overwinnaar bent van geworden, die persoon te mogen verwelkomen. Dat is omgekeerd denken. Maar daar gaan we nog over praten. Maar eerst deze beller. U bent in de uitzending. Ja, goedemorgen meneer Pierkan. Een fijn weekend alvast. Ja, dank u wel. U ook. En waarover ik het wil hebben, ik wil het hebben over de belastingen. Ja. Zeg maar dat je een groot concessiehouder bent. Doet er niet toe wat voor concessiehouder je bent. Al welke functie je bekleedt, moet je toch belasting betalen. Maar wat ik nu gemerkt heb, dat andere mensen geen belasting betalen, of weinig belasting, of geen belasting betalen. Maar mag ik u vragen, hoe weet u dat? Ja. Hoe weet u dat? Meneer, we wonen in Suriname. Nee, u kunt niet van horen praten. Hebt u iets gezien? Papieren, documenten? Nee, ik heb het niet over horen praten. Ik zeg één ding. Kijk, verleden had ik het over even als ik het even mag gooien over een andere boel. Ik had het erover die Tory van Gwangwasi. Vandaag aan de dag hoor je wat er gebeurt. U heeft het daarnet gezegd dat men met horen praten. Maar hetgeen dat er gebeurt. Ik als kleine man, ik ben een gepensioneerde. Al 12 jaar ben ik gepensioneerd. En hetgeen dat met me in de afgelopen 10 jaar is gebeurd. Daarover heb ik het. En daarom probeer ik het zo netjes mogelijk te zeggen. Alleen maar het feit dat het goed in Suriname kan komen. Men zegt daadwerkelijk, de heer Santokki is het er pas 14 dagen. Maar die tory van wat passie. Want daarnet had Assisa het over een mooie tory. Dat men bepaalde auto's rijdt en gaat zo maar door. Die goede manier, die zie van de stad. Wat rijdt die goede manier? Die goede manier rijdt ook een Prado. Wat is een bukshet geweest al die tijd? En daarover heb ik het meneer Pierkan. Ik wil niemand niets tekort doen. Maar wat about daarnet had die manier over gehandicapt. Ik ben ook een gehandicapte. En daarom zei ik het meneer Pierkan. Niet dat ik boos ben dat andere mensen het goed hebben. Maar ik zeg het elke dag. Als iedereen het goed heeft, moet iedereen het goed hebben. Ik begrijp u.
Is goed. Meneer Pirkan, alvast bedankt. En dank ik zou zeggen, fijn weekend verder. Ik blijf luisteren. Yo. Het is een mooi programma. Ik blijf luisteren. Aboom. Dank u wel. Dank u wel dat u blijft luisteren. Dank u wel. En dank u wel voor uw bijdrage. Het is bekend, het is al jaren bekend, dat uit de goudsector, want dat hebben we en dat is onze inverdiencapaciteit, dat de mensen die in de kleine goudondernemingen zitten en ook de zogenaamde poknokkers die erin zitten, bijna geen belasting betalen. De cijfers zijn bekend bij de Belastingdienst. Eens heb ik lang geleden, ja, zo'n 5 jaar geleden, een seminar mogen meemaken of een presentatie waarbij ik zelf ook stil van was. Dat die sector die een grote inverdiencapaciteit heeft voor bedrijven en personen, die sector geen belasting betaalt of bijna geen belasting betaalt. Dan heb ik het niet over de 2 multinationals die wel belasting betalen. De 2 multinationals, IAM Gold en Newmont, die betalen wel hun royalties, hun loonbelasting en hun inkomstenbelasting. Die betalen ze wel, die 2. Maar die ondernemingen die vaak genoeg in de grijze sector zitten, die betalen bijna tot 0 belastingen. Dus wanneer we over de belastingen gaan praten, en in deze sectoren die het geld moeten gaan brengen, want die kleine waroen van die lieve Javaanse vrouw die haar lekkere bami verkoopt, daar moet je het niet van gaan halen. Die moet ook wel een 1 cent betalen, maar die is niet je targetgroep. Om te zeggen, ja, die ga ik nu uitdrukken, want kijk, iedere dag verkoopt ze 2 porties bami's, jippie-kajé, daar ga ik het halen. Nee, daar ga je hem niet halen. Dus we willen over de dienst praten, zou die dienst hervormd moeten worden. De nieuwe minister, Gijbersing, heeft al gezegd dat de Belastingdienst hervormd zal gaan worden. Maar hij heeft nog niet gezegd hoe en wat precies. Als er 1 land in de wereld breedgoed is met het innen in haar belastingen, want ze draait op haar belastingssysteem en ook op haar beleggingen daarbuiten, is het Nederland. Nederland. Met de Nederlander moet je over 2 dingen niet praten. Weer, dat moet je niet praten, want ze weten nooit hoe het weer daar eruit ziet. En over belastingen moet je niet praten met ze, omdat die dienst zo goed is. Dus we kunnen wel, maar we gaan Nederlands ondersteuning moeten vragen. Want het land is breed goed in haar organisatie. Het gaat om haar organisatiegraad voor het innen van belastingen. Want we hebben niet genoeg mensen. We hebben leuke mensen. We hebben ook wat capaciteit, maar we hebben niet genoeg mensen. Dus wil je hervormen, dan ga je een relatie met Nederland op basis van een samenwerking tussen FinFin, dat noemen we het ministerie van Financiën en het ministerie van Financiën Nederland. En dat noemen we nu wat men noemt institutionele versterking. Want stuur je mensen om onze mensen te trainen. Niet om onze belastingdienst te draaien. Nee. Kom onze mensen trainen. Kom ons helpen inrichten. Zodat we het zelf kunnen gaan doen. Daar is die oplossing. Verder is het alleen maar praten. U bent in de uitzending. Ja, goedemorgen meneer Pierkan. Goedemorgen. Meneer Pierkan, u moet dat ding echt goed volgen. Het uittreden van Michikawa en daarna heeft meneer Boutersen heel mild gereageerd. Houdt u dat vast, zoals u altijd dat zegt. Aan de andere kant is er een oliefonds en ik heb gemerkt dat meneer Elias niet op de voorgrond was. En het ministerie van de oliefonds ligt bij ABOB. Michikawa eruit, Boutersen stuurt hem, ga naar ABOB, ABOB daar. En daar wordt Michikawa dan directeur of wat dan ook van staatsolie. En dat is dat ene boot wat hij wil pakken, Boutersen, en dat wordt dan bij de NDP. Dat komt dan in de boezem van, en meneer Santoki moet opletten. En Ronnie dat we reden, we reden. Amano Chachari, Amano Chakoni Tefrefi. Met Amal let op. Dank je. Oké, dank u wel. Kijk, dat is uw gedachtegang. Dus dat laat ik voor uw verantwoordelijkheid. Meneer Michikawa is uitgetreden. Brunswijk heeft gezegd, you're welcome. Beef heeft gezegd, you're welcome. Moet gaan kijken wat het natrekken is. Ik kan u wel zeggen over olie. Ja. Voordat de eerste barrel eruit komt, eerste vat olie eruit komt, is over pakweg 5 jaar. Is niet morgen. Dus je bent gewoon, is niet morgen. En wat gaan we krijgen uit de olie? We gaan veel geld krijgen als die barrel komt. Houd dat vast.
Hou dat vast, we gaan veel krijgen. We gaan royalty krijgen. State Oil heeft een aandeel erin. En we gaan ook nog inkomstenbelasting krijgen. Als je dat alles bij elkaar telt in een aantal procenten en op een aantal miljoen vaten en op een aantal miljoen waarden, dan gaat het wel flink aantikken voor staatsinkomsten. Dan gaat het wel heel flink aantikken. Maar die eerste vat olie, brada, Anatamara, relax. Rocco, zei hem Rocco, want Anatamara. Oké? Okay? Eerste vat, 5, hoogwaarschijnlijk misschien zelfs 7 jaar. En het hangt er ook nog van af. Als die maatschappij die het heeft gevonden, Apache en Total, of ze dat snel in productie willen brengen. Want je gaat hem sneller in productie willen brengen als de olieprijs op de wereld goed zit. Als de olieprijs op de wereld goed zit. Dus over pakweg 5 tot 7 jaar hoopt men, volgens internationale experts, dat die wereldeconomie die nu op haar gat zit, die nu lekker in een diepte zit, dat die over 5 tot 7 jaar weer op peil zit, dat die olieproductie weer op gang kan komen en die barrelprijs omhoog kan gaan. Want die barrelprijs zit rond de 43. Dus over 5 tot 7 jaar moet de economie van de wereld wel op zijn weer terug zijn. En die mannen kunnen zeggen, oké, jongens, laten we gaan boren en laten we dat ding nog gaan pompen. Als die olieprijs niet tegen die tijd niet op gang is gekomen, gaat men wel die productie doen, maar men gaat het niet op een hoog tempo doen. Want het heeft geen zin om iets uit de grond te halen die je niet kan slijten. Die je niet kan slijten. Maar het is niet morgenochtend. Relax. Timer. Het gaat nog 4 tot 5 jaar, misschien 7 jaar zelf duren. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Ja, bent u er nog? Ja, zeker. Oké, gaat u gaan. Ja, ik zit te kijken naar uw uitzending, hè. Maar, en ik hoor u zeggen dat u een goede vriend van meneer Oosterling bent. Ja. Ik ben namelijk gaan afsluiten. Al 2,5 maanden tot 3 maanden geleden ben ik doorgaan geven 3 keren om af te sluiten. Ze zijn 1 keer geweest en hebben die meter niet weggehaald. Dus daarna ben ik dan 3 keren geweest. Oh, ik neem mijn tijd om daar te gaan, want je moet wachten, ik ga het met beurten. Ik geef aan mijn telefoonnummer, bel me, want de plaats is gesloten. Dan kan ik openmaken dat jullie gaan afsluiten. Maar moeten ze eerst die meter gaan stelen en dan gaan ze het komen afhalen. Ik hoop dat het via u gedaan kan worden, meneer Oosterling kan melden voor me. Dat hij praat tot die mensen, hoor. Want het is, ik ga niet bellen. Ze hebben een papier achtergelaten, het schrijven. En daar op het schrijven staat aansluiten. We zijn af van sluiten. Ik moest 2 maanden betalen. Ik weet niet hoe ze werken, hoor. Maar voor het afsluiten moest ik 2 maanden betalen. Heb ik gedaan. En die meter wordt niet afgehaald. Ik ga het erg vinden als die meter gestolen wordt. Oké. Dank u wel. Laat me voor de record wat zeggen. Dat de man mijn vriend is. Hij was mijn vriend voordat hij directeur was. Dus hou dat ook vast. Ik ken hem al 10 jaren. Maar dat betekent niet dat ik een afdeling ben van SWM. Hè. Want hier staat hier Rapar Broadcasting Network. Afdeling van SWM. Klachtendivisie. No. Spoedgevallen. Urgente gevallen. Hoor ik graag aan. Dan geef ik het wel door. Maar hier staat niet. Kul Ajor Kul, Division of SWM, hè? Klachtenafdeling. Maar ik hoor het wel graag aan en wat we kunnen doorspelen, geef ik door. Ook aan openbaar, ik geef alles door. Maar of ze daar een opheldering, oplossing voor brengen, dat regardeert die instituten op zichzelf. Maar ik hoop dat ze kennis hebben genomen van wat die meneer heeft gezegd. En wat die meneer zegt, is niets anders dat hij graag ziet dat die dienstverlening beter wordt. Want daarop komt het neer. U bent in de uitzending. Meneer Pierkane van harte, goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Prachtig. God zegen aan u, God zegen met het prachtige programma. En God zegen aan iedereen de hele wereld, zeg ik altijd. En we bidden voor ieder. En meneer Pierkane niet te vergeten, God zegen aan u en de uwe hoor, niet te vergeten. Zelf dan. Kort me mee ventileren namelijk. Ik vraag me af, meneer Misikaba.
Hij bedankt. Ik ga terug. Mevrouw Simons heeft ook bedankt. Zou de NDP als winnaar uit de bus komen, zouden ze ook bedanken? Vraagteken? Nee. Je gaat de tweede. Ten aanzien van het oliegebeuren, na 5 jaren komt er wat. En dan ga u zeggen, meneer Pirkan, dit is mijn mening. Het hele Atlantische Oceaan, dat al het water die daar is, stroomt, mag omgetoverd worden. Dan wordt het alleen maar benzine, brandstof, et cetera, noem maar op. Het komt niet ten goede voor de doorsnee samenleving. Het komt niet ten goede voor de doorsnee samenleving. Dat mag men wel weten. En ten aanzien van de dure auto's, precies. Waarom moet men dure auto's aanschaffen? Toen je nog geen directeur was, toen je nog geen minister was, daar deed je een auto van 25.000 Amerikaans, 20.000 Amerikaans. En plotseling ga je nou een auto rijden van 60. Toch? Het laat het nu, het land laat het niet toe. Er is geen geld in kas. Het land is bankroet. Het land is failliet. En ik ga u zeggen, het vorige regering, zo'n regering zou ik duizendmaal nooit en nooit en nooit meer willen hebben. Het land is gewoon vernietigd geworden. En wij pinaren. Dus we moeten ophouden met die kwestie van dure auto's aanschaf, et cetera. Ja? Zo was zo'n beetje, meneer Pirkan. Oké, ja, dank u wel, dank u wel. Dank u wel. Oké. Dit is Kalaan Jorkel. Ik vind het nog heel fijn dat u uw tijd neemt om te luisteren, want u kunt er iets beters mee gaan doen met uw tijd. Maar ik apprecieer het ten zeerste. We leren van mensen, we luisteren naar mensen en ik leer ook heel veel van u. Er zijn landen in de wereld die met hun rijkdommen, hun natuurlijke rijkdommen, heel veel hebben gedaan. Maar daarover ga ik u straks meer vertellen. Laat me deze beller eerst de gelegenheid geven. U bent in de uitzending. Goeiedag. Bent u er nog? Goedemorgen. Ja, kunt u wat luider praten? Dan kunnen de mensen in Nederland... Goedemorgen, hoort u me nu? Ja, ja. Gaat u gang. Oké, ik wil eigenlijk niet klagen, maar ik heb maar één voorstel aan de regering. In verband met die auto's, hè. Als ze het volk vragen om hun buikriemen strak te trekken en voor te bereiden om hun buikriemen strak te trekken, waarom geven zij niet het voorbeeld om te zeggen, luister nou, we hebben allemaal een goede auto, want iedereen heeft een goede auto. Ja? We gaan dat voorlopig gebruiken. Ja, voor een jaar. We gaan het voor een jaar zo houden dat we onze eigen auto's gebruiken. Jullie krijgen weliswaar benzine. Ja? Ja? Gaan we wel geven, maar we gaan voorlopig geen nieuwe auto's kopen. Jullie kunnen die auto's van jullie even rijden, want we vragen ook van de bevolking om hun buikriemen strak te trekken. Dus geven jullie alsjeblieft het voorbeeld. Trek samen met het volk de buikriemen strak. Dan ga je zien dat, ja, dat het volk meer begrip gaat hebben voor deze regering. Bedankt, meneer Pirkan. Dank u wel, dank u wel. Kijk, waarop het eigenlijk neerkomt, is dat inderdaad, als wij zeggen, we moeten passen en gaan meten, dan moet ook die regering gaan passen en gaan meten. Het is gebruik en het mag ook dat als een minister, een ambtsdrager, zijn eigen privévoertuig inzet, dat die wordt betaald voor zijn voertuig omdat hij zijn eigen voertuig heeft ingezet. En dat is een gebruik. Ze mogen dat doen. Het is geen nieuwigheid. Maar de vraag is, willen ze dat doen? De vraag is, kunnen ze dat doen? Ze mogen dat doen. Als je je voertuig inzet, word je betaald, je krijgt autohuur. En dan zit je eigen voertuig in. Dat mag. Dus er zijn allerlei modellen die je kan inbouwen en bedenken dat de regering door moet, want de regering moet rollend materiaal hebben. Ze moeten rollend materiaal hebben om hun werk te doen. Ik heb ook heel wat ideeën hoe dat kan gebeuren. Er zijn diverse ideeën. De vraag is hoe gek we het gaan doen. Maar een ambtsdrager moet wel rollend materiaal hebben. De enige vraag is van, in welke klasse moet het? Hoe moet het? Is het je eigen auto? Is het een huurauto? Is het een leaseauto? Is het een directe aanschafauto? Er zijn diverse modellen die je kan gaan inbouwen. Maar wat de bevolking inzetten, de rode draad is, wees zuinig. Dat is het verhaal. U bent in de uitzending. Goedemorgen.
Hallo. Ja, goeiedag. Goedemorgen, meneer Pirkan. Goedemorgen, luisteraars. U spreekt met mevrouw Reynaldum. Ja, mevrouw. Meneer Pirkan, we leven al 20 jaar in de digitale tijd. En Suriname loopt ver achter. Als je nagaat, Frans-Guyana is een kolonie van Frankrijk. Suriname is zelfstandig, hè? Straks is het 45 jaar. Maar Guyana was een kolonie van Engeland. Wanneer we praten over bepaalde zaken, dan moeten we het in breed perspectief bekijken. Mensen hebben al die tijd zitten slapen. En wat ik heb opgemerkt, dus dat is mijn persoonlijke mening. Op een gegeven moment moeten de bedrijven, nutsbedrijven vooral, EBS, SWM, doorgelicht worden. Want hetgeen dat die meneer stelt, klopt. Er worden heel wat mensen in dienst genomen. En ze kunnen niet eens een meter aflezen. Die van EBS bijvoorbeeld. Ze kopen zogenaamd een perceel bij je. En dan gaan ze het belasten. En ze denken dat ze slim zijn. Nou, er gaat veel mis hoor. Daarom moet u kijken. Kijk al die plaatsen die dicht zijn. En verder is het ook zo dat u het nieuws constant moet volgen. Er is olie gevonden en Apache zegt het is van hoogstaand kwaliteit. En ze willen op zo'n vroegst 2023 beginnen. Maar nu heb je dat deskundekader niet, want wat is het? De meeste mensen, die zijn, we hebben weinig kader. En het deskundekader dat we hebben, wordt thuisgezet, want ik zie meneer Rudolf Elias niet. Toevallig had je een ander opbelprogramma zo even en die heer maakte reclame over Pacifico. En ik zei van nou, ik vind die augurken van Interfood heerlijker. En dan werd hij wrevelig. Maar als je gesponsord wordt door een bedrijf, dan moet je geen reclame op die manier voor dat bedrijf komen maken. En dat heeft gemaakt dat die partijen onderuit zijn gehaald. Je moet rekening mee houden. De jongeren komen op. En ze hebben haast advocaten, artsen, wie dan ook. Die willen ook brood verdienen, want het is toch te gek dat we zoveel advocaten hebben. Ik geloof we hebben dat mensen, en die mensen van nu, de jongeren, die zijn uit op geld. En daardoor heb je zoveel ontevredenheid. En het is niet alleen in Suriname het geval. Overal is het volk ontevreden over de presidenten. Bijvoorbeeld als ik naar meneer Trump kijk, dan wil ik hem vergelijken met meneer, hoe heet hij weer, een penu, die was bij onderwijs. Mensen die je persoonlijk hebt gekend, ze zeggen geef me een kans. En wanneer ze daar zitten, zijn ze vergeten hoe ze daar zijn gekomen. Dat is mijn opmerking hoor. En iemand klaagde ook, zei hij gaat naar automaten en ik kan geen geld binnen. Ja, oké. Is goed, mevrouw. Ik bedank u. Dank u wel. Die mevrouw heeft in een paar minuten zoveel onderwerpen erin gegooid. Augurken, internet, pinnen, waterleiding. Oké, welke moet ik nou pakken? Oké, daar gaan we straks erover praten. Als er nog iets is. Kijk, u praat over internet. Laat me u zeggen, mevrouw. Frans-Guyana is een dependance van Frankrijk. En die kabel, die diepzeekabel die internet brengt, passeert ons land en gaat naar Frans-Guyana. Hè? Het koppelt niet naar Suriname. Het loopt zup, gaat naar Frans-Guyana. Wij trekken onze kabel vanuit Guyana naar binnen. Oké, alleen maar dat u het weet. By the way, Apache mag zeggen wat ze willen, zolang Apache... Kijk, Apache gaat uitspraken doen. En dat moeten ze doen. Ze hebben die olie gevonden. Want ze willen hun beursprijs ook omhoog jagen. Dus door die bekendmaking van Apache moet u gaan kijken. Dus hun waarde op de beurs, bam, is die geklommen. Hun aandeel op de beurs is geklommen.
En Apache is een heel kleine onderneming ten opzichte van Total, waarmee ze werken. Er zijn twee ondernemingen, Apache, Total, je moet het verhaal kennen. Total is zo groot, Apache is zo klein. Oké? Okay? Dus Apache wil haar beurswaarde omhoog jagen. En vaak genoeg doen ze uitspraken om mensen te interesseren om te gaan kopen, aandelen en shares te gaan kopen. Als ze nog in 2023 gaan doen, moet ik nog zien. Als die olieprijs keldert naar $20 en $23, dan wil ik ze of ze gaan pompen. Dat wil ik zien. En wat know-how aangaat, mevrouw, laat me u snel helpen. Olie know-how, staatsolie heeft een verdomd goede know-how opgebouwd. En die Rapp is de grondlegger van geweest. Maar staatsolie heeft onshore know-how opgebouwd. Veel onshore know-how. Want onze olie die staatsolie doet, is onshore. En geen offshore, is onshore. En als Apache en Total olie moeten gaan brengen, moet je me geloven. Al die mensen gaan uit het buitenland komen. In Guyana wordt er olie gepompt. En maar veel van die mensen die in die voorbereiding waren, zijn mensen die uit Trinidad worden gehaald. Op Trinidad. In onze regio al jarenlang ervaring heeft. Dus de mensen worden uit Trinidad gehaald. En overigens, die mensen die gaan werken in Guyana, in die oliesector, die blijven niet in Guyana. Ze gaan weekend terug naar huis. Ze gaan terug naar Trinidad vanwege de onveiligheid in Guyana. Dus dat gebeurt, omdat Guyana vriet onveilig is, als u het weet. Dan gaan ze terug naar huis. Maar ze worden gehaald en om mensen uit de oliesector te halen, vind je niet op straat. Nou, we ook eerlijk zijn. Ga niet op de Dominiestraat, dan doe ik ze. Oké, we gaan olie doen. Nee, dat. Daar vind je geen mensen, zo werkt het niet. Het is een sector op zichzelf en daar worden recruiting agencies in werking gesteld. Als je x aantal mensen nodig hebt, dan worden de mensen gerecruiteerd en dan worden ze gehaald naar het land. En dan worden ze ten dienste gesteld. Toen die raffinaderij van staatsolie gebouwd moest worden, hoeveel mensen zijn niet gehaald geworden om dat ding te bouwen? Toen hun contract was afgelopen, dan mochten ze weer naar huis. Zo werken die sectoren. Maar belangrijk in deze is wel dat wanneer we deze offshore sector gaan opbouwen, dat die mensen van staatsolie ook REIT moeten gaan leren, want dit is offshore is een nieuwe sector. Maar ze moeten hun onshore sector niet gaan verwaarlozen, want daar halen ze nog olie eruit. En die olie die onshore wordt gehaald, dus wat we noemen aan land, dat is van staatsolie op zichzelf. Dus ze gaan een mooie balans moeten vinden, maar mensen gaan halen. En ze gaan geïmporteerd worden en Apache en Total gaan dat beleid bepalen en geen state oil. Oké? Okay? Dank u wel. U bent in de uitzending. Ja, bedankt voor het wachten. Meneer de Piergaan. U had net over de belasting. En ik ben, en ook die beller ook. Ik ben eens, zij heeft gelijk, u heeft ook gelijk, maar ik wil even aanvullen. Er zijn groepen die geen belasting betalen, correct. En de meeste zijn die pakknokkers, die goddelven in het binnenland. Ja? En er gaan honderden duizend liters benzine naar het buitenland. Ja, door de pakknokkers en om God te delven. Zo. Mijn vraag in deze is, wat verdient de staat terug dat de benzine gaat naar binnen om te werken? Ja? En als er wordt God gewonnen door de wilde pakknokkers, of de pakknokkers, wat krijgt de staat? Ja? En waar gaat het goud naartoe? En als het wordt verkocht, waar geld gaat en waar gaat het geld naartoe? Zo? En we zitten hier met een lege kas. En dat speelt al zeker 20 jaar, ook de vorige regering en ook daarop de vorige regering. En dat ging maar door. En die groep mensen worden steenrijk van. Ja? En Belastingdienst kan alleen de mensen in Paramaribo en Wanica, okay. Mensen die een dak aan boven hoofd hebben en krijgen ze huurwaardebelasting. Terwijl die mensen niet. Okay. Ik hoop dat u gaat graag hierop even in willen gaan. En dat was de bijdrage, meneer de Pier. Dan wens ik een fijn weekend verder. Oké, dank u wel. Prima, het zijn allemaal van die stories die we 10 jaar geleden ook al hebben behandeld. Maar het kan best zijn dat de man het nu weet, wil weten. Kijk. Goud wordt opgekocht door de centrale bank en er zijn een aantal bedrijven die toestemming hebben dat ze het goud mogen opkopen. En het goud die deze bedrijven opkopen zijn van die pakknokkers. Die zijn wat bekend is, wat we noemen pakknokkers, die kopen ze op. Laat me deze beller de gelegenheid geven en daarna ga ik de bellers parkeren dat ik mijn verhaal kan afmaken. Want anders ga ik straks horen wat bel toch goed gaat op. U bent in de uitzending. Ja, goeiedag meneer Piergaan.
U sprak over dat van de auto's en zo. En ik wil wel een opmerking maken. Mark Rutte, die beweegt zich in heel Den Haag. Op de fiets, zonder beveiliging, zonder iets, zonder prang. Afgelopen woensdag in de Kopenamenstraat rond 7:00 ochtends gaat, ik weet niet wie die ambtsdrager is, maar met 7 auto's. 1 Prado en een beveiligingsauto ervoor en ik dacht nog 5 auto's aan de achterkant. Waarvoor is dat nodig? Wat is er zo bijzonder aan die Surinaamse ambtsdrager? Oké, dank u wel. Kijk, dat ding van Mark Rutte, laten we dat ding even goed uitleggen. Dat Nederlanders fietsen is bekend in de wereld. Maar Nederland heeft fietspaden. Nederland behoort tot een van de grootst producerende landen die fietsen maakt. Nederland is creator in het ontwerpen van fietsen en fietsbakken waarin ze kinderen vervoeren. En Nederland heeft fietsbakken, heeft fietspaden, hou daar vast. Dus je moet appels met appels vergelijken. Als Mark Rutte in Breda zou wonen, in Nederland, denk je dat hij op de fiets zou gaan naar Den Haag? Gelooft u dat? Nee, toch? Dus we moeten die ene keer dat die manneke heeft gefietst in het Binnenhof waar ze daar werken. Want daar werken ze. Ja, daar komen ze naar het Binnenhof. Maar hun auto staat ergens geparkeerd. Of ze wonen in de nabije omgeving. Die man woont niet in Breda. Maar ik kan ook fiets voor Breda nog. Dus hier in dat we een paar keer een man hebben zien huppelen. En Nederlanders houden wel van fietsen. Houd dat wel vast. Oké? Okay? Daar staan ze bekend om. Maar ze hebben de faciliteiten ervoor. Ze hebben... Ik bedoel, niet omdat we een filmpje hebben gezien en dan gaan we jippie-ka-jee. Waarom kunnen we nou niet gaan fietsen? Denken dat ik zou fietsen als ik op Saramaka zou wonen en ik moet in de stad komen werken. En ik heb geen fietscultuur. Ik heb geen fietscultuur. We hebben geen fietscultuur in mijn land. Let's be serious. Omdat we niet dat we niet willen, we hebben geen fietspaden. Daarom hebben we die fietscultuur niet kunnen opbouwen. We willen het wel, maar je moet dit. Het is ook een cultuur die je moet opbouwen. Dus dat we een keer iemand zien hebben. Dus we moeten het ding goed bij elkaar zetten, oké? Okay? Dus even bij elkaar. En laten we die autotoren even laten. Maar waar was die meneer gebleven? Die man had het over die opkoop. Luister op hij. Er zijn een aantal bedrijven die hier op goud mogen opkopen. Daarvoor hebben ze vergunning voor. En ze vallen onder de Centrale Bank van Suriname. En de Centrale Bank mag ook goud opkopen. Maar als ze een lage prijs geven, dan verkopen ze gewoon hun goud in Frans-Guyana. Dan wordt het gewoon gesmokkeld of het gaat ook naar Guyana. Het wordt ook gesmokkeld. Niet alleen goud wordt gesmokkeld. Zilver wordt gesmokkeld. Alles dat waarde heeft op de internationale markt, heeft een smokkelwaarde als jij de juiste prijs niet voorbiedt. Dus dat gebeurt met die poknokkers. Ze gaan waar ze de beste prijs voor krijgen. De vorige regering, onder leiding van Boutersen, heeft geprobeerd om die poknokkers in beeld te brengen door een registratie. Het project is falikant mislukt, is totaal mislukt. Men heeft zoveel, ik weet niet hoeveel geld ze hebben uitgegeven ervoor. Dat is niet bekend, maar dat ga ik wel weten binnenkort hoogwaarschijnlijk. Maar de bedoeling was om alles in beeld te brengen. Om iedereen, en kijk, er werken veel mensen in die sector. We worden gewoon een beetje jaloers hoogwaarschijnlijk, omdat dat nou een sector is die bloeit. Het is een sector die bloeit. Maar er zitten niet alleen binnenlandbaronsbewoners in die sector. Ook mensen uit de kustvlakte zitten in die sector. Houdt u dat ook vast? Omdat we ons afspiegelen op die binnenlandbewoners, die Maron die toevallig daar woont, prima, hij doet het ook, maar er zijn ook mensen uit de kustvlakte die in die sector zitten, in wat we noemen die poknokkers, maar we identificeren die poknokker vaak genoeg met die Maron, maar we vergeten dat die Hindustani, die Javaan en die Stadskreool ook in die sector zit. Wist u dat ook? Ik ken mensen die in die sector zitten, toch? Ik vraag, hij doet bij, ja, maar dat brengt niet een naboesie. Oké, maar dat mag. Maar ze proberen die mensen in kaart te brengen en dat project is mislukt. En wat proberen men te doen om het in kaart te brengen? Door te zeggen, jongens, het is goed wat jullie doen. We gaan jullie nu stoppen, want er werken een paar duizend mensen erin. Er werken niet een paar mensen erin, een paar duizend mensen werken erin. En jongens, we willen jullie in kaart brengen. Maak hier een bedrijfje van en betalen jullie je aandeel aan de staat in de vorm van de heffingen. Dat project is mislukt. Dat is bekend, je kunt het gaan googlen, dat is mislukt. Maar belangrijk is, je gaat het in kaart moeten brengen. Dat moet gebeuren. Man. En dat wordt zo lastig. Omdat wanneer mensen altijd in de illegaliteit hebben gewerkt, althans, of laten we zeggen, ze hebben gewerkt en men heeft het gedoogd dat je mag werken. En doordat je hebt gedoogd dat je mag werken, ben je niet meer illegaal, je hebt gedoogd. En nu ga je ze zeggen van, je moet een bedrijf oprichten.
Want nu gaan we je papieren geven om in te vullen. Dan worden mensen, willen dat mensen dat niet hebben. Dan krijg je verzet. En die vormen van verzet hebben we tientallen keren gezien. Hebben we dat gezien. Dus de staat Suriname verdient meer aan die grote multinationals dan, aan die pokknokkers. Waar die spin-off van die pokknokkers wel in zit. Hij koopt veel materialen om naar het binnenland te brengen. Dat kopen ze in die winkels hier in de stad. Ze komen naar de kustvlakte. Waar de winkels, ze kopen hun vlees, ze kopen hun benzine, ze kopen hun attributen. En dan gaan ze weg voor een paar weken. Dus de kustvlakte verdient ook aan die spin-off van andere materialen die ze kopen. En olie is een simpel ding. Als jouw prijs lager is dan Frans-Guyana, ga je olie smokkel krijgen. En onze olieprijs, waarvoor wij betalen, is onder de wereldmarktwaarde. Het is beneden de wereldmarktwaarde. En wanneer beneden die waarde is, ga je smokkel. En het smokkel van olie hebben we altijd gehad. En het probleem dat is wanneer je olieprijs niet gelijk is met de Fransen. Dat is het probleem. Maar als we die olieprijs gelijk gaan trekken, want we zeggen, hey, we willen die smokkel niet. Oké, prima. Betaal de echte reële marktwaarde nog. Wat ga jij doen? Je gaat morgen schreeuwen. Tabarayo bari. Regering voor hoge olieprijs. De my bearing gimme. Look olieprijs. Dat die wang of je potaprijs 1 op 1. Dat is makkelijk. Maar dat gaat kustvlakte wel schreeuwen. Dus de vraag is, waar zoek je die balans? Waar zoek je die balans om te zeggen van, ik kan die smokkel bestrijden. Ik kan die olieprijs toch nog laag houden zonder dat mensen lawaai gaan maken. En dat is een moeilijke opdracht voor de regering. Maar laten we die lijnen weer opengooien. Is een vrij moeilijke opdracht voor een regering om te doen. Het is niet zo gemakkelijk. Want als die olieprijs bij wijze van spreken, ik geef maar een voorbeeld, ik ken die prijs nog toevallig niet. Laat zeggen, het is 3 euro voor een liter of 2 euro voor een liter. En je maakt hem hier ook 2 euro. Wie gaat schreeuwen? Minanga yo miki bari. Minanga yo herde yo belmi. Wat gebeurt er met jou? Dus, Amana balans, moeten we gaan vinden ervoor. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen, hoe gaat het met u? Goed, dank u wel. Meneer Pikan, waarom praat jullie niet een beetje omtrent dat je van elkaar pas is? Ik heb al gepraat vorige week. Wat moet ik doen als je niet hebt gehoord? Want dat ding is een beetje hinderlijk om te zeggen dat ding dat ze gestolen hebben van het Surinaamse volk. Begrijp je? En plus wat ze nog bij daarnaast hebben genomen, waarmee ze waren bezig om daarin te graven. Je moet erover praten met Pikana, want het volk moet het weten. We moeten blijven praten om te zeggen deze dingen. Begrijp je? Ik begrijp want u niet. Ze hebben gestolen en ze moeten nou stoppen met stelen. Oké. Arregels. Dank u wel. Als ik moet blijven praten over hetzelfde waarover ik gisteren heb gepraat, vorige week heb gepraat, 2 weken geleden heb gepraat, 1 maand geleden heb gepraat, dan ga ik niet vooruit. Als ik steeds hetzelfde doe wat ik gisteren heb gedaan, ga ik niet vooruit. U begrijpt me toch, meneer? Als je hetzelfde hebt gedaan wat je gisteren hebt gedaan, of 2 dagen geleden hebt gedaan, ben je niet vooruit te gaan in je leven. En als je toevallig hebt gemist, dat en u komt tot de ontdekking omdat u vandaag erover wil praten, ja, dan hebt u hoogwaarschijnlijk een aflevering gemist. U bent in de uitzending. Ja, hallo? Ja. Ja, maar Jafari, jij is Nikeri. Ja, Nikeri. Alamai, taki, teratarasani, mek, mitak, nasa, antongo. Hai, ga maar, tjagop, hai. Ja, gaat u gaan. Bij Jafari, alamang, taki, luku, no, zo, asan, kukkofek, nam, moro, moeilijk. A kofek, tori, esde, mi, atia, pers, comprensie. De heer Paramaribo na Telek Sarmakka lema Abigawa. Nikeri na Kanoni Adenel. Dan Saiden Miwani Taki Disani om dat tu district Alanbo district de. Dan Unukang Sivdema Ete om dat Miwani
tak de man moet check dat PP a kopnama pin break de per a militair kampu de is de man kan take a temperatuur en stop de man checking te you kunku paramari bomja. If you have a temperature, hope that you dry them out. And asan mujita pa media also. On that, to distract there that you can save them out. On that, I want to see that pe bhaiya palik pe a kopna pa break there. That pe you can check them out if you mean that taki them out musko. My if a temperature hope that you dry them out. Omdat lukute ugo telefier ABS pai de ma check asani. Is de mita bel takina wan kanida ja pola perside worda omdat ia bi de area de ala sani de da a kandidat taki da desda ago takina parlement Ibaklep and this sani na on no sani and this na siki sani telek Denzak women mango konja abasmet. On that asani al libi suma cara basmet. And daro mi taki mi pursu tak alama yere tak a COVID team mus luku dape on that two district can see. On that this day up Guyana si asaputo and if and that me want taki tak Oké. Okay. Ja. Mie begrijpen kaba. Mie gebruiken kaba. Ja. Mie begrijpen, want jouw herhaling die maar mie begrijpen kaba. Ja. Acha. Blijf veilig in die keri. Blijf veilig. Mooi. Ja. Acha. Thank you. Acha, bhai. Suna. Waarover hier meneer het heeft en heeft geen ongelijk. Hij, wat hij zegt, COVID-19 is dat twee districten nog. Veilig zijn, Koroni en Nikeri. En het is geen slecht idee wat hij zegt op die controle, maar dat heb ik maanden geleden al gezegd. Maanden geleden om Nikeri en Koroni af te bakenen. Maar het is goed dat iemand het weer zegt en je kan die controle doen. Maar we moeten weten, houdt u dat ook weer vast? Alles wat we willen kost geld. Oké? Alles wat we willen doen gaat geld kosten. Maar goed, doordat dit om mensenlevens gaat, is het prioriteit. Want je gaat prioriteiten moeten stellen als je weinig geld hebt. Dus die controle die hij zegt, daarvoor ga je mensen moeten hebben. Je gaat bemensen. Je gaat een 24/7 operation moeten draaien. En je gaat het op lang termijn moeten draaien. Je gaat het niet 2 dagen draaien. Dan moet u nagaan. Probeert u ook helpen denken. Hoeveel mensen hebben ze niet ervoor nodig om het op lang termijn te draaien, want je gaat het niet 1 week draaien. Oké? En dat gaat geld kosten. Maar doordat het om mensenlevens gaat hier, en bescherming van mensenlevens, geloof ik wel dat dat prioriteit heeft. En dat men dat wel prioriteit moet geven, want COVID-19 heeft prioriteit voor Santokki. Er zijn 2 dingen die prioriteit hebben nu. 2. De rest ook. Maar je kan niet alles op prioriteit. Laten we zeggen, je hebt 1 nummer 1. Dan kan je niet 4 dingen op 1 zetten, toch? Dan ga je 1, 2, 3, 4 doen. Financing. State moet on finance balance komen. En zijn tweede prioriteit is sowieso COVID-19. Want dat ook Siki Uno en dat kan Kier Uno. Dat ook Siki Uno en dat kan Kier Uno. Dus dat van die keer in corona heb ik maanden geleden gezegd. Maar ik ben blij dat die man ons weer herinnert. En dat men... ja, aandacht ervoor schenk. Want 2 zegt, hij zijn nog veilig. U bent in de uitzending. Ja, goedemorgen meneer Pierkan. Ja, goedemorgen. Ja, ik luister naar uw programma, maar over die koolsector en die poknokkers en hoe jullie een Paramaribo wil zeggen of zo. Maar waarvoor dien Suriname meer? Die poknokkers of die grote maatschappijen? Dat wil ik weten. En ik kan een berekening voor je sturen. Je maakt een grote fout. Elke dag gebruiken die poknokkers meer dan 1000 vaten. Toch? En 1 vat, hoeveel belasting komt het? Het komt op 250 SLD per vat diesel. En elke dag gebruiken ze minimaal 1000 vaten.
hoeveel is het al per dag? En twee, wanneer je 100 gram goud gaat verkopen bij die goudpapkoop, nemen ze gewoon 4 US dollar van jou af. Als ze het niet afgeven aan de Belastingdienst, kan je niets kunnen doen. Want op de wereldmarkt zie je 1 gram goud 47 US dollar, maar je krijgt 43. En wanneer je vraagt, waar is mijn 4 dollar naartoe? Zeg, we moeten het afnemen voor de Belastingdienst. Dat moet je even vragen. En wij betalen meer als je alles optelt. 34 dollar per gram. Toch? 4 US dollar en die 270 SRD per vat. Dus mensen zeggen we betalen niet. Laat de stad dat stoppen, dat gaan we zien. Laat het met dag eruit voor stoppen. Met dag eruit. Dat je stoppen klein schaal goud winnen. Met dag eruit. De no man. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ja. Dank u wel. Hoogwaarschijnlijk hebt u in de snelheid wat ik heb gezegd, hebt u een deel gemist. Wat ik in die snelheid heb gezegd, dat er veel spin-off is. Ik heb gezegd, die mensen komen aankopen doen op de kustvlakte. En die aankopen die ze komen doen, dat is die spin-off. En die aankopen in die spin-off, dat is olie, voedsel, kleding, attributen. Dat is die spin-off. En daar heb je gelijk in, maar dat heb ik meegegeven. En inderdaad hebt u gelijk, als die goudopkopers die belastingen niet afdragen, dan moeten we het bij die goudopkopers gaan zoeken. En inderdaad krijgen die mensen die hun goud doen, gaan minder krijgen, want dat is de commission van die goudopkopers. Ze gaan niet de prijs krijgen die ze iedere dag of iedere seconde via internet kunnen zien. Maar die spin-off is in de stad, dat heb ik u gezegd. Dus dat klopt. En ik heb ook gezegd, er werken een paar duizenden mensen in die sector. Hebt u dat ook meegenomen in mijn verhalen? Dus ik heb niet gezegd dat de mensen gestopt moeten worden. Dat heb ik niet gezegd, want ik heb gezegd dat het ding gereguleerd moet worden. De mensen moeten geregistreerd worden. Ik heb niet meer de term stoppen gebruikt. Hè? Ik heb gezegd, het moet geordend worden. Laat de mensen werken. De mensen werken al. Het is gedoogd. Het wordt al gedoogd. Maar orden het. Registreer je. Laat het overzichtelijk gebeuren. En Bouders heeft het willen doen. Het is mislukt. Waarom? Er zijn verschillende oorzaken ervoor. We moeten een registratieplicht hebben, dat is alles. En de rest mag dat systeem doorgaan. Want de staat moet overzicht hebben. De staat moet overzicht hebben. En dan mag iedereen zijn business draaien. Niet moeilijk, toch? Dank u wel. U bent in de uitzending. Goedemorgen, meneer de dekan. Ik heb even een vraag over de airport. Wanneer denkt u dat de airport open gaat? Want er zijn landen waarop de SLM vliegt, zoals Aruba, Curaçao, Nederland, waar er geen acute dreiging meer is van COVID. Waarom moeten ze de airport continu gesloten houden en alleen maar openstellen voor incidentele vrachtverkeer? Want zo gaat onze economie gewoon zien er ogen kapot, terwijl er zoveel mensen Suriname willen bezoeken die misschien COVID-vrij, want als je naar Aruba gaat, dan word je op de airport daar getest en na een half uur weet je of je COVID hebt. Heb je COVID, dan moet je weer terug. Als je geen verzekering hebt, heb je wel een goede verzekering, dan mag je daar behandeld worden. Dus ik begreep het niet. Het is in veel toeristen-eilanden zo nu gesteld. Want anders gaat de economie helemaal kapot. Suriname krijgt veel landgenoten uit Nederland en zo. En daar is COVID-vrij. Zo goed als COVID-vrij vergeleken met andere landen. Kijk dat ze Amerika sluiten en Frans-Guyana sluiten. En dat begreep ik helemaal. Maar waarom niet die andere eilanden waarop SLM wel vliegt? De SLM die gaat zo helemaal naar de bliksem. Oké, dank u wel. Ik begrijp u. Ja, ik weet niet waarom. Kijk, dat moet ik aan de mensen die COVID-controle overlaten om dat besluit te nemen. Kijk, de eilanden in, laten we over onze regio praten, want er zijn een heleboel eilanden in de wereld, als Sint Maarten en al die kleine eilanden binnen de CARICOM, Aruba, die mannen zijn meer dan 100% afhankelijk van toerisme. Meer dan 100%, dat is hun bron van inkomsten, wat niet slecht is, want het brengt breed veel geld. Dus zij hebben alle baat bij Priority One om dat ding snel als mogelijk open te gooien, want dat is levensader van hun.
En daarvoor hebben ze wel protocollen voorgelegd. Dat ken ik, want dat heb ik ook gelezen. Daar hebben ze protocollen voor vastgelegd. Als je Aruba binnenkomt, wat moet je doen om het land binnen te komen? En ja, de overheid moet het in overweging nemen. Kijken, we willen die mensen ook wel betalen. Want er zijn landen die ook het besluit hebben genomen dat als je binnenkomt, je verplicht bent een test te doen en jij moet betalen voor die test. Want kijk, als ik als land een test moet doen voor een toerist die moet komen, ik verwelkom hem, maar dat kost mij geld, hè. Laten we zeggen, ik moet een test doen op iemand volgens met een COVID-kit, ik noem maar wat, en dat ding kost mij $25 als land. Dan zeg ik, oké, wil die toerist daarbij betalen van als je binnenkomt in mijn land? Maar oké, laten we het geen toerist noemen, laten we het any reiziger noemen. Van de meer veilige landen, van de meer veilige landen, wil je daarvoor die €25 betalen. Want dat is die kit die ik ga gebruiken, bij wijze van spreken, whatever ze het noemen, om jou te testen, want dat kost mij geld. Dus als die mannen het willen betalen, dan zeg ik die overheid, luister jongens, kijk wat je kan doen, gooi die gate open, maar laat die toerist wel ook daarvoor betalen. Want die kosten kan een breed oplopen op een land dat al geen geld heeft. Op een land dat al geen geld heeft. Dus wat Aruba doet, Aruba neemt die slag, maar Aruba heeft ook waarschijnlijk, ik weet niet wie voor die kosten betaalt in Aruba, dat kan ik wel even checken. Ik ga het snel op internet te vinden. Maar er zijn twee partijen. Het is die toerist betaald of het is die Arubaanse regering die gaat betalen ervoor. Somebody has to pay the cost. Maar het kan, maar ik begrijp uw verhaal in deze. En dat moet de overheid beslissen van, gooi ik het open? Hoe breed gooi ik het open? Hoeveel vluchten laat ik toe? Hoe laat ik de controlemechanismen toe? Alles kan, maar je moet het in een bepaalde stramien kunnen vastleggen. Want we moeten, dat we in elk geval risicolanden, die genoteerd staan als risicolanden als Brazilië. Ja, van die kan je toch even niet opengooien, want Brazilië is helemaal uit de hand gelopen daar. En ik begreep uw verhaal. U hebt het over de minder risicolanden. De minder risicolanden. Zodat we die economie, niet alleen SLM, het gaat niet om SLM. Het gaat om de economie van het land. En SLM is een onderdeel van de economie. Dat we de economie toch draaiende houden. Doordat er toch bedrijvigheid bestaat. En komt. En sneller komt. Want dat brengt werk. Mensen moeten werk hebben. Het bedrijfsleven van Suriname, dames en heren, is gemiddeld 70% gedropt. Is average 70% is het bedrijfsleven gedropt. Een 70% drop betekent niks meer anders dan, er is geen werk. Dat is het verhaal. Een 100% draai is meer werk. Zo moet je het zien. Maar van bedrijf, af bij Tapu, of Misaka, zei hij niet moest maar. Ik neem geen mensen in die lopen. Ik kan het niet. Maar zo moet je het zien ook met grotere bedrijven. 10 keren groter. Maar als we gaan draaien, en die bedrijven gaan ook draaien, dan gaan ze weer sollicitatieoproepingen zien. Werk gezocht, vacature. Maar je ziet ze niet, toch? Dus zo werkt dat systeem. Dus wat Santokki probeert te doen, president Santokki probeert te doen, hij probeert die economie draaiende te houden, want die economie mag niet dichtgaan. If we have a shutdown, maar hoe dit, hè? Rokkanonde, Jojan van reserve, Dijna reserve, dat zijn Jojan. Je moet eerst reserve. Mensen zeggen, ja, ga je reserve. Maar je moet toch eerst reserve hebben, of je na reserve. Zo'n reserve. Dus de economie moet open blijven. Of tenminste, hij moet zo snel als mogelijk een hoger niveau bereiken dan waar we nu zijn. Het moet een hoger niveau bereiken dan waar we nu zijn. Ook rekening houden met het feit dat Yuno Siki. Want Teo Go Siki, Samino Wani, Teo Taki, zetten de man op een economie, zetten de man op een luchtruim, zetten de man doet dat, want ik kom niet kon Siki. Dus brada, is weer balance. Is weer balance of life. Begrijpt u? Alles heeft zijn voordelen, maar alles kan ook zijn nadelen hebben. Maar de vraag is waar je moet die balance kunnen vinden. En dat zijn uitdagingen van een government. Dat zijn uitdagingen van een government. Economie openhouden. Sneller openhouden. Zonder dat mensen in grotere getalen besmet raken. Dat is de name of the game van het verhaal. Maar de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadine, heeft intussen gezegd dat wij
ongehoorzame burgers zijn. Laten we zeggen niet wij, maar je weet, er zijn altijd mensen tussen ons die ongehoorzaam zijn, want niet iedereen wil luisteren. En men huppelt vrolijk overal. En dat zorgt voor meer gevaar. Er zijn nog steeds regels. En ik zeg, blijf het zeggen, als we allemaal ons een beetje aan die regel houden, of allemaal ons aan die regel houden, dan hebben we groter kans dat we een veiliger land kunnen worden. We hebben groter kans. Maar we moeten ons aan die regels houden. En veel mensen houden zich eraan. Ik ben er 100% zeker van dat het overgrote deel zich eraan houdt. Maar hoe controleer je dat deel dat gewoon koppig is? Gewoon niet wil luisteren? Het gewoon niet begrijpt? En zegt van, kan mij toch even geen worst schelen met dit risico? Hoe ga je daarmee om? Dat is weer een uitdaging. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met mensen die in een bepaald gebied wonen en werken, om tegen ze te zeggen, je mag niet meer uit huis, je mag dit niet meer, en dan zegt die man tegen jou, ja, maar hoe ga ik eten en drinken? Ja, geef hem antwoord dan. Geef hem antwoord. Dus het is weer balance. Het is weer balance. Gaat die man zeggen daar nog op Albina? We hebben het makkelijk zeggen in de kustvlakte. Ja, je mag niet meer varen. Maar dan maak ik de famoyang. De famoyang. Gotega, man. Is weer balance. Dan moet je iets kunnen bevinden. Als je die man zegt, je mag A niet doen, dan moet je wel B voor hem hebben. Maar je kan hem niet op starvation zetten. Is weer balance. Dat zijn allemaal van die uitdagingen. Allemaal van die breed uitdagingen waar je soms zegt, welk besluit moet ik nou nemen dat ik toch in een balance blijf, dat het systeem blijft, die operatie blijft en toch nog mensen gezond kunnen blijven. That is balance of life. And that is no balance of the economy. Je moet die economie kunnen balanceren, open houden, mensen gezond houden, mensen veilig houden en toch dat we kunnen draaien. Ik groet u voor deze aflevering van Rashid Pirkans Kalajorkal. Ik wens u allemaal, wat moet ik u toewensen? Ik kan u allemaal een veilig weekend toewensen, want thuis moet u blijven na 8 uur, dat weet u toch. In een wif of zo, isabi toch. En ja, handen wassen, mondkapje dragen, 1,5 meter, guadoro, ik kan guadoro, zomaar dat ik mag guadoro. Guadoro, maar brana hora afstand, toch zomaar kopje. Hora afstand, ik mag guadoro, hora afstand. En je guawinkri, dan ga je mati, dan go chel mo fodora van winkri, maar dat nog mag, want je chel je kirisma, en uiteindelijk hoog waarschijnlijk je kirisrift toe. En dan wil ik je barren, dan wil ik je krie. Toch? Dus nog go chel chel mo fodora, want die chel 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 mag niet meer. Go chel wan presi, nee, osso, 1,5, dan 5 man, 4 man, isabi, apart, duitori, want dat zijn die nieuwe regels voorlopig. Toch? Dus hou je aan die regels, hou je aan. Dus heb je dat next op sa. Maar van toen mama play bruya, want mina bruya man. En wie wens koopt op, ik denk bruya man tap de mare. Want anno kan ook niet dat 99% wel luistert en 1% niet. Dan moeten we die 1% aanpakken, maar niet die 99%. Is dat met takkie toch? Oké, mijn groet u. Be safe, stay safe. Ram Ram, namaskar, goede havis. Salam alaikum, dit is Farid Pirkan, Farashid Pirkan, Skala Jorkal. Dag.